Ik open de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie VIRA en vraag de griffier de getuigen binnen te leiden. Meneer Sparraar, welkom. U wordt vandaag gehoord als getuige. En als getuige bent u verplicht de waarheid te spreken. Daarom zal ik u beëdigen voordat we met het verhoor beginnen. En dan vraag ik u met de belofte te bevestigen dat u de gehele waarheid en niet dan de waarheid zult zeggen. Wilt u met mij gaan staan? En mij nazeggen, dat beloof ik. Dat beloof ik. Dank u. Neemt u plaats. Meneer Sparraar, u heeft op verschillende momenten en in verschillende rollen met de HSL, die loopt van Amsterdam naar Rotterdam via Antwerpen naar Brussel, heeft u zich daarmee bezig gehouden. In 1998 en 1999 heeft u al eens voor de NS geanalyseerd wat er misschien zou gebeuren als mogelijke concurrenten over de lijn zouden rijden. Daarna gaf u met een collega samen leiding aan het bidteam. Het team dat tijdens de aanbesteding van de HSL-concessie het bod van de NS en de KLM opstelde. Daarna had u een andere directiefunctie binnen de NS. En u begeleidde de directie van NS-dochter High Speed Alliance, HSA in de afkorting, in de zogeheten stuurgroep van HSA. Later bent u nog commercieel directeur geweest. Inmiddels bent u vertrokken en u bent naar Engeland gegaan. Bent directeur geweest van Mersey Rail, een van de NS-dochters die het vervoer rond Liverpool uitvoert. Het heeft weliswaar niets te maken met de HSL, maar het is vast wel interessant om van u misschien nog te horen over hoe andere landen, in ieder geval Engeland, met concessies omgaat. Over al deze verschillende zaken willen wij vandaag met u spreken. En het verhoor zal met name worden uitgevoerd door de heer Van Gerven en door de heer Elias. En ik geef als eerste het woord aan de heer Van Gerven. Ja, meneer Sparraar. Ik wil allereerst stilstaan bij het volgende. Bij het ministerie leefde het idee om de hoge snelheidslijnen openbaar aan te besteden. En nou heeft u berekeningen gemaakt dat als een concurrent, dus niet NS, die aanbesteding zou winnen, wat dat voor gevolgen zou hebben. Wat was de inschatting die u op die tijd, of toentertijd, maakte als NS die aanbesteding niet zou winnen? Het directe effect van het niet winnen van de aanbesteding over de HSL-Zuid was vanzelfsprekend dat NS de Benelux-trein, wat voor 2/3 een binnenlandse trein was met binnenlandse reizigers, weliswaar de grens overreed, dat vervoer verloren zou gaan voor NS. In de analyses hebben we een aantal als dan scenario's gemaakt, als ook andere lijnen dan de lijn Amsterdam-Brussel naar een concurrent zouden gaan. En dat heeft vanzelfsprekend een grote impact op NS, maar ook op de reizigers van NS die dan met twee verschillende vervoerders op het binnenlandse net geconfronteerd zouden worden. Dus het was een analyse die met name in financiële zin de impact daarvan inschatte. Ja, en kunt u zegt bijvoorbeeld, nou ja, we zouden dat stuk van de Benelux-trein kwijtraken, bijvoorbeeld. Kunt u dat ook in kwantitatieve zin schetsen, wat dat dan financieel concreet betekende? Dat staat me niet meer zo bij. Ik kan wel zeggen dat de Benelux-trein een hele belangrijke binnenlandse functie ook vooral had. En vanaf door het ministerie als internationale trein werd aangemerkt, terwijl de markt Amsterdam-Brussel zogezegd in feite één markt is. En ook altijd zo door reizigers is gebruikt, die trein. Dus wij vonden het
moeilijk om die trein, zeg maar, onder dezelfde categorie te scharen als bijvoorbeeld een Thalys die lange afstandsgrensoverschrijdend vervoer kent. U zegt van, we waren dus bezorgd eigenlijk dat er vervoer wat wij deden, zeg maar, op het hoofdrailnet, op het kernnet, dat dat via de HSL zou lopen. Dus bijvoorbeeld dat de Benelux-trein die zou verdwijnen. Maar er was ook een vrees, zeg maar, dat, laten we zeggen, vanuit de HSL, als het ware, ingevreten zou kunnen worden in het hoofdrailnet. Zou u dat kunnen beschrijven? Ja, dat is wat onderdeel van die analyse was. En dat was natuurlijk een puur hypothetisch scenario, want er werd op dat moment niet over gesproken. Dat een mogelijke concurrent van NS dusdanig succesvol zou zijn dat ze ook andere lijnen, intercitylijnen met name, zouden mogen exploiteren. Zoals? Zoals bijvoorbeeld de Hazel-Oost, waar toen nog over gesproken werd, de lijn Utrecht-Arnhem of een andere belangrijke intercity. Je kunt natuurlijk alle belangrijke intercities van NS dan in oogenschouw nemen. Ja, en u gaf daar de naam Boktor-effect aan, klopt dat? Ik heb die naam niet zelf bedacht, maar dat is wel een benaming die eraan gegeven is, ja. Ja, daarmee wordt dat fenomeen omschreven. Ja. Hoe zag NS destijds een goede exploitatie van de HSL, de hoge snelheidslijn, voor zich? Wij hebben de HSL altijd als een onlosmakelijk onderdeel van het Nederlandse spoorwegnet beschouwd. Ook met name vanwege het feit dat het een grote reistijdverkorting tussen Amsterdam en Rotterdam met zich mee zou brengen. 50% verbetering van de reistijd is natuurlijk voor binnenlandse reizigers een ongelooflijke verbetering. Dus die lijn hebben we altijd gezien als integraal onderdeel van het net van Nederland. En daar zat een lijn bij naar Brussel natuurlijk en ook vervolgens naar Parijs. Maar wat ik net al zei over de lijn naar Brussel, die markt is zodanig één dat wij dat altijd als één geïntegreerd geheel hebben gezien. En ook vanuit reizigers is dat altijd als één geïntegreerd geheel zo gebruikt in feite en ervaren. Dus vanuit het oogpunt van NS was het eigenlijk niet, lag het niet in de reden om de HSL, zeg maar, apart aan te besteden ten opzichte van het hoofdrailnet. Je zou dat meer als één geheel moeten zien. Ja, we hebben dat altijd als één geheel gezien en wij waren en zijn van mening dat het voor de reiziger ook beter was. Ja, dat heeft u gezegd. Nou krijgt de NS als eerste de kans, zeg maar in 1999, om een onderhands bod uit te brengen op het binnenlandse vervoer op de HSL. En dat is niet in lijn met wat u zojuist gezegd heeft. Correct. Dat is correct. Maar het bod wat NS dus uitbracht, dat ging aanmerkelijk verder dan het ministerie vroeg. Want het bevatte eigenlijk niet alleen het binnenlands vervoer over de hoge snelheidslijn, maar ook het vervoer tot Brussel, hè? Zeg maar het Benelux-trein traject. En ook werd het aan elkaar verknoopt, wat u zojuist ook geschetst heeft. Want u zag het, of NS zag het, als één geheel. Ja. Waarom deed NS toch, laten we zeggen, dat bod wat afweek wat de overheid vroeg? Allereerst vonden wij dat in het belang van de reiziger. Het is, wij zagen grote problemen als een andere partij de lijn Amsterdam-Brussel zou exploiteren, gegeven de belangrijke binnenlandse functie van die Benelux. Er zou een reserveringsplicht ontstaan. Er zou een product ontstaan wat niet meer als onderdeel van het normale intercity-netwerk gezien kon worden. Daar hadden wij grote problemen mee. Bovendien was NS bijvoorbeeld ook al jarenlang in de exploitatie van Thalys betrokken. Dat was ook onderdeel van ons voorstel. Had aanloopverliezen gemaakt omdat er nog geen echte hogesnelheidslijn in Nederland lag. Dus er was een aantal redenen waarom NS een bod heeft gedaan met de IC Max, waarmee de maximale integratie voor de reiziger tot stand kwam. De HSL Zuid zal dan ook door zoveel mogelijk reizigers gebruikt kunnen worden. En daarbij dus ook een deel van het internationale vervoer meenemend. Dat was een strategisch belang? Ja, dat was een strategisch belang. Het was een lijn die, zoals ik al zei, heel belangrijk was voor NS. Ook voor reizigers heel belangrijk was dat die integraal onderdeel van het net zou blijven. En vandaar dat wij er grote moeite mee hadden om alleen een aanbod te doen voor het binnenlandse vervoer met als
volgende stap, de aanbesteding van het internationale vervoer. Maar ook strategisch belangrijk om ervoor te zorgen dat er geen concurrent, zeg maar, in het hart van het kernnet zou gaan opereren? Dat is natuurlijk een bijkomend effect, dat er daarmee geen concurrent zou opereren op het hoofdrailnet. Maar goed, correct. Dat was dus een bijkomende strategische afweging. Het is ons altijd gegaan om reizigers, zoveel mogelijk reizigers van de grote investering van Hazel-Zuid gebruik te laten maken. En dat kun je bereiken door een goede verknoping met de intercities die er al rijden. Twee, rechten doen aan de binnenlandse functie die trein naar Brussel heeft. En drie, ook een tariefniveau te hanteren wat acceptabel is voor reizigers en waardoor zoveel mogelijk reizigers over die lijn kunnen reizen. Maar strategisch gezien was het toch belangrijk voor NS om die concessie te verwerven. Het was heel belangrijk voor NS om die concessie te verwerven. Ja, dus dat heeft dat niet toch meegespeeld bij dat integrale bod van dat onderhandse bod, omdat daar mee natuurlijk concurrentie, in ieder geval voor de komende 15, 30 jaar, niet aan de orde zou zijn. We hebben het IC Max concept, waarmee de intercities door Nederland doorrijden over de HSL, hebben wij puur en alleen gemaakt vanuit het oogmerk van de reiziger. Als het ons alleen om te doen was geweest om een concurrent buiten de deur te houden, hadden we natuurlijk ook een bod kunnen maken waar we alleen de HSL-Zuid internationaal en binnenlands vervoer in het aanbod gestopt zouden hebben. Daar hebben we niet voor gekozen, omdat wij voor de reiziger het beste product wilden neerzetten. Ja. Welke financiële afwegingen speelden een rol bij het Intercity Max-bod? Ik begrijp de vraag niet goed. Wat bedoelt u precies? Nou, heel concreet. Kijk, dat heeft natuurlijk een financiële impact. Ja. Je verwerft die concessie wel of je verwerft hem niet. Ja. Nou, wat waren de financiële consequenties daarvan? Wat ik kan zeggen, dat we uiteindelijk een voorstel hebben ontwikkeld waarbij het aantal precieze reizigers staat niet meer bij, maar waar een zo groot aantal mogelijk reizigers over de Hazel-Zuid zouden reizen met een tariefverschil tussen het hoofdrailnet en de HSL van gemiddeld 30%. Met een bijdrage aan de overheid als concessiebetaling die in lijn lag met dat aanbod. We zouden een grote investering doen in treinmaterieel, een dubbeldeks hoogsnelheidsintercities, maximaal 200 km per uur, wat een voldoende snelheid was om die diensten aan te bieden. En daarmee zou Nederland een hoge snelheidsintercity net krijgen waar de Hazel-Zuid onderdeel van uitmaakt. Ja, maar was dat een financieel winstgevend plan voor NS? Verdiende NS daaraan? Het staat niet meer exact bij wat daar de exacte winstgevendheid van was. Maar het was niet een plan waar NS verlies op zou gaan maken. Geen plan? Ze zouden er geen verlies op maken? Geen verlies op maken, nee. Nee. Want u heeft dat bod ook mede gemaakt, hè? De Intercity Max bod. Ik ben er wel bij betrokken geweest, ja. Maar ik heb daar geen hoofdrol in gespeeld. Maar geen hoofdrol? Ik weet van het bod. Ja, ja. Maar u was niet de financiële man van dat rapport? Nee. Oké. Heeft u vanmorgen de heer Pans gehoord? Nee, heb ik helaas niet kunnen meekijken. Ik was onderweg. In ieder geval één opmerking van hem was dat, laten we zeggen, in het plan, het Intercity Max bod, de HSL-lijn verliesgevend was voor NS. Dat staat me niet meer in zoveel detail bij. Als hij dat gezegd heeft, dan heeft hij dat klaarblijkelijk uit stukken, maar die staan mij in ieder geval niet bij. Staat u niet bij? Dat haalt u niet uit het Intercity Max-bod? Niet in mijn herinnering, nee. Oké. Okay. Er is een verzoek even vanuit de regie of u wat harder zou willen praten. Ja, geen probleem. Dan dus voor de verslaglegging en voor ook degenen die meeluisteren. Prima. Is dat mooi. Goed, NS doet dat bod. Dat Intercity Max-bod. En had NS nou de indruk dat het kabinet zou instemmen met dat bod? Wij meenden een bod te hebben gedaan wat het beste was voor de Nederlandse reiziger. Met een gebruik van een hele belangrijke grote investering als de Hazel-Zuid. Wat maximaal was voor de Nederlandse samenleving.
Dus ja, wij hadden er goede hoop op dat de overheid dat bod zou accepteren. Dat was de verwachting van NS. Maar het week toch wel heel erg af van wat gevraagd werd. Toch? Ja, daar hebben we het zojuist over gehad. Het week af van wat gevraagd werd. En dat heeft NS ook in dat voorstel ook uitgelegd waarom het afweek van wat gevraagd werd. Om de reden die ik net heb geschetst ten aanzien van wat het voor reizigers met name zou betekenen. Maar is dat, hoe moet ik dat kwalificeren? Is dat toch niet wat onvoorzichtig of wellicht naïef van NS om niet rekening te houden met een scenario dat een bod afgewezen kan worden? We hebben een bod gedaan waar wij van dachten dat het beste was voor de reizigers. Wat een tariefniveau in zich had, wat acceptabel was voor politiek en reizigersorganisaties. Waarmee zoveel mogelijk reizigers van die lijn gebruik zouden maken. En wij waren ervan overtuigd dat dat een heel goed voorstel was. Zeker, dat heeft u, ik denk, reeds 3 keer beargumenteerd. En waarom NS het een goed voorstel vond. Maar de 100 miljoen vergoeding die werd gevraagd voor de HZL werd niet gerealiseerd. U betrok het buitenlands vervoer daarbij. De concessieduur was veel langer dan gevraagd. Dat zijn toch wel behoorlijke afwijkingen van het aanbod wat u gedaan heeft. En ik had me kunnen voorstellen, zou ik zeggen van ja, ik vind het een geweldig bod wat ik gedaan heb. Fantastisch, dus dat moet het kabinet, dat moet het volk weten, dat moet het land weten. Maar dan knip ik het in tweeën bijvoorbeeld. Doe een subbod, doe er een bod bij. Ik lever wat ze gevraagd hebben en ik heb nog een aanvullende offer you can't refuse. Daar hebben we op dat moment niet voor gekozen, maar even in te gaan op uw 3 punten waar het niet aan voldeed. De 100 miljoen, die later, hebben we het vast straks ook nog wel even over, want dat wordt in verschillende contexten op verschillende manieren gebruikt en ja. Een beetje als appels en peren. Goed. Was toen nog, was niet op die manier toen als eis gesteld. NS heeft een financieel voorstel gedaan waarvan gezegd is door de commissie van wijze, het is onvoldoende of niet agressief genoeg, volgens mij zijn die woorden gebruikt. Toen is geen relatie gelegd met die 100 miljoen, tenminste niet als ik, maar, wat ik me kan herinneren. Even als ik u mag onderbreken om het toch scherp te krijgen. Dus u zegt, bij de onderhandse gunning, dus het Intercity Max-bod, is niet gezegd door Korf of ter ander of door het ministerie, luister, het moet 1,8 miljard opbrengen, hè, wat de uitkomst was van de planologische kernbeslissing, van de plannen die het Rijk had, dat die hoogsnelheidslijn 100 miljoen per jaar zou moeten opbrengen. Dat was niet een eis die besloten lag in de overleg wat er geweest is tussen het ministerie en NS over de onderhandse gunning. We waren bekend met de 1,8 miljard gulden die in de PKB stond. En in mijn herinnering is het ons destijds niet gelukt om goede uitleg te krijgen van het ministerie hoe die 1,8 miljard gulden zich zou vertalen in een concessiebetaling tussen, nou even voor het gemak, 2006-2021... en of die met 100 miljoen euro vergeleken kon worden. Even op een ander punt in te gaan, 30 jaar... Als ik het toch nog weer mag onderbreken. 1,8 miljard gulden van de planologische kernbeslissing werd gelijkgesteld aan 100 miljoen euro per jaar gedurende concessietijd. Dat was ongeveer hetzelfde, waren dezelfde grootheden. Ik constateer dat u zegt dat het 100 miljoen moest opleveren per jaar, die concessie. Dat is ons niet verteld. Dat was geen harde voorwaarde bij het bod wat wij moesten doen. De eerste keer dat ik mij kan herinneren dat de 100 miljoen ter sprake is gekomen, is ten tijde van het Oranje Consortium, waarbij in een vraag- en antwoordspel tussen het ministerie en NS bij de dienstregeling die toen tot stand is gekomen, of toen in het voorstel was opgenomen, met een tariefverschil tussen Hoofdrailnet en HZL van 25%, met een contractlengte van 15 jaar. Daar was toen een bedrag van 100 miljoen euro per jaar bij voorzien. En dat is mijn eerste herinnering van een koppeling van 100 miljoen euro per jaar aan een PKB-bedrag van 1,8 miljard gulden. Oké, we komen daar later nog op terug, maar gaat u verder. U had nog 2 punten. U zei iets over de 30 jaar. Bij het doen van het voorstel was aan NS niet duidelijk gemaakt wat er zou gebeuren met de restwaarde van het materieel. Dus treinen schrijf je af over een bepaalde periode.
En die is langer dan 15 jaar. Dus je zult iets moeten regelen van wat gebeurt er met die trein en de waarde die ze nog hebben na 15 jaar. Aangezien wij daar geen zekerheid over hadden, hebben we in dat voorstel toen opgegeven. Nou, we gaan ervan uit dat we dan maar het even over 30 jaar hebben. Want het is de totale afschrijvingsduur van een trein. Als er afspraken gemaakt kunnen worden over een restwaarderegeling, dan kunnen we naar andere contractlengtes kijken. Dat is ook weer bij het Oranje Consortium bijvoorbeeld wel gebeurd. Toen was er wel een garantie dat die treinen bijvoorbeeld door een volgende exploitant zouden worden overgenomen. Internationaal vervoer eraan toevoegen, kan ik alleen aan verwijzen wat ik zei over hoe wij tegen de Benelux-trein aankeken en wat het gebruik van die trein was. Dat waren voor 2/3 reizigers die snel van Amsterdam naar Rotterdam, naar Vlissingen, et cetera, wilden. Voor 1/3 reizigers die ook de grens overstaken. En dan kun je wel zeggen, is die grens zo relevant? Het is een één vervoersmarkt, Brussel, Amsterdam, Antwerpen daartussen. Goed, u interpreteerde dat laatste in ieder geval anders dan het ministerie deed. Als het gaat over het buitenlands vervoer. Een laatste vraag mijnerzijds op dit punt. Het bod werd dus afgewezen door het kabinet. Wat was de reactie binnen NS? NS was van mening dat ze een goed voorstel had gedaan, wat in het belang was van de reiziger, met een tariefverschil wat aanvaardbaar was tussen haar en hoofdrailnet. Hoofdrailnet en HSL, sorry. Met een kwaliteitsimpuls, een investeringsimpuls in de zin van hoge snelheidstreinen voor het hele land. Dus daar was sprake van teleurstelling, kunt u zich voorstellen. Er was teleurstelling. Was men ook verrast of men had het niet verwacht? Of kunt we waren daar ervan overtuigd dat we een heel goed voorstel hadden gedaan. Zeker, dat heeft u gezegd. Maar wat was de verwachting? Was u, hoe kan dit? Of wat was de reactie binnen NS op het afwijzen? Dat wij teleurgesteld waren dat een zo goed voorstel is afgewezen. Dat was de reactie. Ik denk dat de heer Elias nog wel vragen heeft. Ja, met name op dat allerlaatste. Uit de stukken krijgen wij sterk de indruk dat het nog wel wat verder ging en dat de NS zich geschoffeerd voelde door de reactie van de overheid. Klopt dat? Die woorden zou ik niet willen gebruiken. Die staan wel in een van de verslagen. Wij waren teleurgesteld omdat we een voorstel hadden gedaan waarvan we overtuigd waren dat het een goed voorstel was. Oké. En nog één keer de vraag, omdat ik het gewoon eigenlijk niet kan geloven. Was er nou nergens binnen NS of binnen die projectorganisatie of wat dan ook iemand die zei, maar wacht even, we gaan iets heel anders leveren dan wat er gevraagd is. Hoe mooi ook, maar het is iets anders dan wat ze vragen. Is dat niet gevaarlijk? Was er niemand die dat hardop zei? Dat zijn natuurlijk gesprekken die plaats hebben gevonden, want we wisten wat er gevraagd was. Wie zei dat? Sorry, wie zei wat? Wie zei aan de kant van de NS, is dat nou wel verstandig om iets te gaan aanbieden aan de overheid wat ze niet vragen? Zo letterlijk is dat niet gezegd. We hebben, toen we het voorstel maakten, natuurlijk erover gehad. We hebben het ook met zoveel woorden in het voorstel volgens mij gezet, waarom dit afweek van wat gevraagd was. Dus dat er een discrepantie was tussen wat gevraagd was en wat aangeboden is, dat was aan iedereen bekend. Nee, maar dat was mijn vraag niet. Mijn vraag was of er binnen NS niet iemand was, u of een ander of iemand van uw club, die zei, het is allemaal mooi en aardig, we gaan iets prachtigs aanbieden, maar het is niet wat ze gevraagd hebben en doen we daar nou wel verstandig aan? Dat kan ik niet zo letterlijk herinneren. Ik versta u niet? Ik kan me dat niet zo letterlijk herinneren, we hebben het ook over 16 jaar geleden, dus ik kan me niet alle dialogen meer voor de geest halen. Oké, u herinnert zich niet dat er iemand was die zei, dat is onverstandig? Niet met die woorden, nee. Met welke woorden dan wel? Zoals ik net beschreef, dat we ons allemaal ervan bewust waren dat we een bod inleverden of een voorstel deden wat niet geheel bij de vraag past. Dan komen we bij de oranje combinatie. Op begin 2000 kwam op initiatief van Verkeer en Waterstaat die combinatie tot stand. De samenwerking van de NS, KLM en Schiphol. Daar hebben we het ook vanmorgen met de heer Pans over gehad. En die zou een plan ontwikkelen dat zou voldoen aan de wensen van het ministerie. Was u hier ook bij betrokken? Ja. In welke hoedanigheid? Ik werkte bij NS bij een afdeling die naar business development-achtige mogelijkheden keek. En ik was vanuit mijn betrokkenheid bij het IC-Max-voorstel ook natuurlijk naar de HSL aan het kijken. Ik heb toen onder andere met collega's van Schiphol en KLM dat voorstel meehelpen fabriceren. Hoe verliep de samenwerking met het ministerie van Verkeer en Waterstaat?
Eigenlijk vrij goed. Wij hebben een aantal gesprekken gehad waarbij zeg maar verkend is hoe zo'n voorstel eruit zou kunnen zien. En wij waren aan het eind van de rit ervan overtuigd dat het ook een voorstel zou zijn wat op instemming van de ambtenaren zou kunnen rekenen. Maar hoe moet ik me dat voorstellen? Ging dat telefonisch? Werd er samen vergaderd? Er zijn wel gesprekken geweest waar van beide kanten, om zo te zeggen, mensen aanwezig zijn geweest. Dat is ook aanwezig waar. En de wensen van het ministerie, die waren helder. Wat u zei, aan het eind van de rit hadden we iets waarvan we wisten dat dat was ook wat ze hebben wilden. Ja, de hoofdonderdelen van dat voorstel, misschien even te schetsen, was een vrij uitgebreide dienstregeling over de Hazel-Zuid, waarbij zowel Den Haag zou worden aangesloten als ook Breda zou worden bediend. Waar een trein naar Brussel in zat, een trein naar Parijs, waar het tariefverschil tussen de hoogsnelheidslijn en het hoofdrennet 25% gemiddeld zou zijn. De contractlengte 15 jaar, zoals ik al net zei, en een bijdrage van 100 miljoen euro gedurende die 15 jaar gedaan zou worden. Dus eventjes de hoofdelementen van dat voorstel schetsende, konden wij ervan uitgaan dat dat was wat het ministerie ook zou accepteren, om het maar zo te zeggen. Dus het was volstrekt helder wat er gevraagd werd. Het was ook duidelijk dat u daaraan kon gaan voldoen. Ja. Over en weer wist men wat men aan elkaar had. Ja. En was het eenvoudig om die 100 miljoen op tafel te krijgen voor de NS? Een hoog bedrag. Ja, het was een hoog bedrag. Het was een vrij uitgebreide dienstregeling. Dus je kunt een hoop opbrengsten genereren omdat er veel reizigers van die trein gebruik maken. Er was een tariefverschil van 25% voorzien. En die 100 miljoen waren de drie partijen van overtuigd was een haalbaar maar ambitieus bedrag. Haalbaar maar ambitieus? Ja, zo zou ik het weer typeren. Niet een enorm optimisme, een te zwaar optimisme wellicht? Nee, dat zou ik niet willen zeggen. Waren er niet toen ook al vragen over de aantallen reizigers en dat natuurlijk samenhing met het te verdienen bedrag en dat daar een risicofactor in zou zitten? Dat staat mij niet zo bij. We hebben prognoses gemaakt ten aanzien van het aantal reizigers bij dat tariefniveau met een aantal aannames over de ontwikkeling van bijvoorbeeld de economie, demografie, vliegverkeer, belangrijke elementen om een inschatting te maken van het aantal reizigers over 15, 20 jaar. En op basis van die inschattingen waren we van mening dat dat een haalbaar bod was, waar ook drie partijen hun handtekening onder hebben gezet. En dat ging ook allemaal nog in hoge mate uit van de omstandigheden van toen ook, inderdaad, laten we de historie recht doen, dat een ticket naar Parijs, wat was het, 800 gulden kostte. En dit ticket een stuk goedkoper zou zijn en dat dus veel meer mensen van het vliegtuig in de trein zouden stappen. Of de 800 gulden, dat neem ik direct van u aan, dat staat me niet meer zo bij. Maar ja, zeker de substitutiedoelstelling die altijd een hele belangrijke is geweest bij de Hazel-Zuid. Dus het vliegverkeer substitueren door treinvervoer en ook automobilisten in de trein krijgen, was een belangrijke aanname in dat voorstel dat zou gaan gebeuren. Ja. En dat was allemaal nog voordat de Ryanair's en de EasyJet's van deze wereld het een stuk goedkoper maakte om te vliegen. Hij heeft helemaal gelijk. Dat was onder andere een ontwikkeling die toen nog niet zo concreet te zien was. En veel belangrijker, dit is allemaal voor 9-11 natuurlijk, waar door natuurlijk ook de hele wereld op zijn kop stond en de verwachtingen aanzienlijk negatiever waren. Maar hoe je het ook bent of verkeerd, terugkijkend op die periode, en terugkijken is altijd makkelijk, dat realiseer ik me, waren die reizigersaantallen dus veel te optimistisch ingeschat, zoals later ook zou blijken. Ten tijde van de oranje combinatie hadden we een reizigersprognose waarvan wij die wij realistisch en haalbaar vonden, aan de ambitieuze kant wellicht, maar met de aannames die we toen konden maken, zeker iets wat in de praktijk gerealiseerd zou moeten kunnen worden. U zegt de verhoudingen waren goed met het ministerie, open, maar u realiseerde zich over en weer wel heel goed dat het allemaal buitengewoon vertrouwelijk moest gebeuren. Dat heb ik toch goed begrepen? Het was een proces wat zich afspeelde nadat al door het ministerie de interesse in de markt was gepeild bij partijen of ze geïnteresseerd waren mee te doen aan een aanbesteding van de Hazel-Zuid. En dat was een proces wat al liep, daar heeft u gelijk in. En dat
Dus moesten die gesprekken in vertrouwelijkheid zich afspelen. Het was dus een proces waarbij de openbare aanbesteding al enigermate was begonnen. Realiseerde u zich hoe groot de risico's waren? U zegt risico's, maar hoe groot de risico's waren dat er tijdens die openbare aanbestedingsprocedure op deze wijze al met de aanbestedende dienst zelf, namelijk het ministerie van Verkeer en Waterstaat, in die gedetailleerde mate werd samengewerkt? We hebben die vraag gesteld aan het ministerie. Herinner ik me, het ministerie heeft in ieder geval met mij niet aan detail gedeeld wat de analyse was juridisch. Op basis waarvan zij zeiden dat deze gesprekken konden plaatsvinden. Wij zijn er in goed vertrouwen van uitgegaan dat die gesprekken konden plaatsvinden als een soort verkenning van wat er mogelijk is, was. Maar het werd uiteindelijk geen verkenning. Het werd zo'n dik businessplan met 3 grote handtekeningen erop. Het werd iets dunner volgens mij, maar er stonden wel 3 handtekeningen op. Daar heeft hij gelijk in. Ook gedaan. Ja. Het was een aardig pak en op elke pagina stonden de paraven van KLM, NS en Schiphol. Correct. Ja. Dat is iets meer dan een verkenning toch, hè? Ik zou het een plan willen noemen. Een plan? Een voorstel. Een plan. Ja. En het voorstel bevatte, voor iedereen duidelijk, het feit dat er 100 miljoen per jaar zou worden verdiend. Op basis van de aannames die ik net schetste. Met een dienstregeling zoals ik hem net schetste en een 3-verschil zoals ik het ook heb beschreven, hoorde daar een betaling van 100 miljoen per jaar bij. En het was dus eigenlijk een bod, maar het mocht niet zo heten. Het was niet een bod als in een openbare aanbesteding, want dat volgde pas later. Het was een voorstel en ik weet dat de heer Pans het een verkenning heeft genoemd. Er stonden 3 handtekeningen van 3 CEO's onder. Dus het was een voorstel waar een behoorlijke dosis commitment, met een mooi Nederlands woord, achter zat. Ja. Dus nog één keer, het was eigenlijk een bod, maar het mocht niet zo heten. Het was een voorstel wat in samenwerking met het ministerie tot stand is gekomen. Velen hebben gewezen op de juridische tijdbom die daar was ingebouwd, door op zo'n manier samen te werken. Was u daar iets van bekend? U zegt, wij vroegen bij Verkeer en Waterstaat, kan het? Dan zeiden zij ja, en dan gingen wij verder. Maar ik mag toch aannemen dat u dat zelf bij de NS ook wat scherper geverifieerd had. Ik kan me niet herinneren dat ik gedetailleerde juridische analyses heb gezien of dit wel of niet kon. Wij hebben dat aan het ministerie gevraagd en geen indicaties gekregen dat dit proces niet zo kon plaatsvinden. Goed. Daar laat ik het even. Ja, ik wil meneer Spaargaren toch nog even doorgaan op dat zeg maar ondernemingsplan wat er lag. Van de HSL Zuid, waar dus 3 CEO's van NS, KLM en Schiphol hun handtink onder hadden gezet. Als dat voorstel nou was aanvaard, dan was er een overeenkomst geweest. Ja. Zo mogen we dat toch wel concluderen. Maar uiteindelijk is dat voorstel dus niet aanvaard, of dat plan is niet aanvaard. Correct. Goed. Dan wil ik, want de oranje combinatie, ja, dat gaat niet door. Zoals u ook weet, is dat er niet gekomen. En kwam er alsnog een openbare aanbesteding voor al het vervoer. Overigens, nog voor de oranje combinatie zat ook het buitenlands vervoer, was daarbij betrokken. Ja. Dan even om dat goed helder te hebben. Nou, bij die openbare aanbesteding, dat heeft u de financiële kant, zeg maar de hele biedingskant, dat heeft u met collega Markman gedaan. Correct. Klopt. Hè? Ja. En u vormde dus dat biedingsteam, zeg maar, van NS en KLM. Schiphol was afgevallen in 2001. En daar wil ik nu een aantal vragen over stellen. Ik kom allereerst nog even op die 100 miljoen. Ook in relatie tot de oranje combinatie, want dat was het uitgangspunt van de oranje combinatie. Dat was heel moeilijk bij elkaar te sprokkelen. Hè? Want het was een ambitieus plan, zegt u. Nou geldt dat bedrag, zeg maar, als we kijken naar de aanbieding, zeg maar, in 2001, geldt dat voor het basisscenario. Dus niet voor het hele uitgebreide verhaal bij de oranje combinatie, alleen maar voor een basisscenario op die, met 2 internationale treinen en 2 binnenlandse treinen. Dus eigenlijk een slechtere dienstregeling, of minder, zo moet ik het formuleren, dan bij de oranje combinatie. Mag je dan concluderen dat het nog moeilijker is om 100 miljoen, zeg maar, op te hoesten?
Dat is niet zo te zeggen. Even die dienstregeling, om precies te zijn, was een dienstregeling met twee binnenlandse treinen, zoals u al zei. Alleen Amsterdam-Rotterdam, dus Breda, zou niet zijn aangesloten in dat basisvoorstel. Mm-hmm. Eén trein per uur Amsterdam-Brussel, één trein per uur Amsterdam-Parijs, waarmee er de facto vier treinen per uur Amsterdam-Rotterdam ontstaan en twee treinen per uur Amsterdam-Brussel. Het grote verschil met 100 miljoen uit het vorige bod, al die bedragen hetzelfde klinken, was dat er volledige tariefvrijheid was. Dus is het moeilijker om dat bedrag te halen? Aan de ene kant ja, want de dienstregeling is beperkter. Aan de andere kant nee, want je kunt onbeperkt tarieven verhogen. Dat was toegestaan in het Oranje Consortium, voorstel, plan, was het tariefverschil tussen de hoofdrailnet en de hoogsnelheidslijn gemiddeld 25% verondersteld. Bij de uitvraag van de aanbesteding was het in de eerste fase, ging het alleen om de financiën, om zo hoog mogelijk financieel bod, waarbij de bieders de vrijheid kregen om de tarieven in feitelijk zelf vast te stellen. En het basis, de basisdienstregeling, om daar een zo hoog mogelijk financieel bod op te maken. Maar als ik het goed begrijp, dan was bij de Oranje combinatie, maar ook bij het Intercity Max bod, het allereerste bod, dan heb je dus lagere tarieven. Je hebt meer dwarsverbanden. Je kunt ook over het hoofdrailnet, daar kunt u ook van gebruik maken. Dat was er ook bij betrokken. Dan zou ik zeggen, ja, dan heb je meer mogelijkheden om meer rendement te maken. Maar u zegt, nee, we hebben toch een hoger basis. Die 100 miljoen in dat basis, in dat basisscenario was toch makkelijker te realiseren. Alleen vanwege het feit doordat we de tarieven konden verhogen. Is dat je maakt ook kosten natuurlijk om zo'n bod te realiseren. Dus Intercity Max bod, om maar even daarop terug te komen, betekent ook een hele grote investering in treinen. Om een basisdienstregeling te rijden zoals ik die niet beschreef, die in de aanbesteding als basis was gekozen, heb je natuurlijk veel minder treinen voor nodig. Dan vervolgens mag je de tarieven onbeperkt verhogen. Dus het is niet heel goed te vergelijken of dat makkelijker is of moeilijker te realiseren. Je hebt aan de ene kant meer mogelijkheden met tarief, aan de andere kant rijd je minder treinen. Dus het opbrengspotentieel is niet helemaal vergelijkbaar. Goed, u zegt u moet het niet vergelijken met elkaar. Dat zou ik liever niet doen. Nee. U zou dat liever niet doen, want er zijn te veel verschillen. Als we kijken naar uw berekeningen, dan is één ding wat opvalt, is dat reizigersprognoses heel cruciaal zijn. Ja. In het hele... Als die reizigersprognoses maar 10% lager zijn, dan verdampt eigenlijk de hele business case. Klopt dat? Dan verdampt eigenlijk de winst, laten we het zo formuleren. Ja, dat is meer precies gezegd een exploitant over de hazels uit, of dat nou NS of een ander was geweest, heeft te maken met hele hoge vaste kosten. Ten eerste een concessiebetaling, of die nu 100 of 120 miljoen is, is een heel fors deel van de kosten die zo'n exploitant maakt. De treinen die je koopt voor de dienstregeling, daar heb je ook de vaste kosten van. Die leasekosten die krijg je elke maand weer terug. Daar zit weinig mogelijkheid in om dat aan te passen. Dus dat betekent als je in de reizigersprognose een tegenvaller hebt, dat er maar heel weinig kosten zijn waar je nog aan kan sleutelen, om het zo te zeggen. Zelfs je machinisten en conducteurs kun je natuurlijk ook niet van de een op de dag van de andere van zeggen van, die heb ik niet meer nodig. Dus dat is een bedrijfsvoering die zich kenmerkt door hele hoge vaste kosten, waardoor dus een tegenvaller in de reizigersprognose direct een invloed heeft op de winst die je kunt maken. Maar goed, dus die prognoses zijn heel erg belangrijk. Maar kun je eigenlijk wel goed, zeg maar, op lange termijn goed prognotiseren wat het reizigersaantal is? Hoe dat dus over 10, 15 jaar is? Dat is in het algemeen lastig, vanwege elementen als economische groei, ontwikkeling, vliegverkeer, onzekere factoren in de toekomst die van belang zijn voor reizigersaantallen. Bij de Hazel Zuid kwam daar nog als complicerende factor bij dat ook de betalingsbereidheid van reizigers voor een dienst die nog nooit in Nederland is aangeboden, een treindienst tussen Amsterdam en Rotterdam van een half uur in plaats van een uur. Om daar een inschatting van te maken, dat is inderdaad heel ingewikkeld. Ja. U zegt dat het ingewikkeld, dus dat blijft, zit daar, u doet dat aan eer en geweten, maar is dat ook toch een beetje glazen bolwerk? Dan zou ik mijn collega's die met dat soort modellen werken tekort doen.
je moet aannames maken over economische groei, over vliegverkeer, et cetera. De vervoerskundige modellen geef je dan een reizigersprognose, om het even simpel te zeggen. En het hangt ervan af wat je als aannames erin stopt, wat je eruit krijgt in feite. En daar zit inderdaad de complexiteit, dat je gewoon bezig bent de toekomst te voorspellen over 15 jaar. En dat is altijd heel ingewikkeld. Ja, u zegt het is ingewikkeld complex. Toch even die prijselasticiteit die u zelf ook al noemde. Dus wat hebben de mensen ervoor over om toch in een trein te stappen, ook al is hij duurder. Ja. Had u enig vergelijkingsmateriaal, zeg maar buiten Nederland, over wat er aan prijselasticiteit mogelijk was? Hè? Wat je op het kaartje kon zetten zonder dat dat alle reizigers uit de trein joeg. Nogmaals, we hadden geen Nederlandse voorbeelden, dus dat was heel erg lastig. Er is wel iets bekend over kleine reistijdverbeteringen en wat dan de betalingsbereidheid van reizigers is. Maar dit was een zodanig grote verbetering dat die modellen niet goed bruikbaar waren. We hebben gezocht naar voorbeelden in het buitenland waar niet alleen een grote snelheidsverbetering werd geïntroduceerd, maar waar ook nog een langzamer alternatief beschikbaar is, want dat maakt het nog weer extra complex. Omdat je dan dus ook nog mensen over een langzamere verbinding zou kunnen sturen. Daar waren maar heel weinig voorbeelden van. Even kijken naar Frankrijk of Japan. Los van het feit dat ook vaak bedrijfsvertrouwelijke gegevens zijn die je niet altijd zo krijgt. Wat er precies met de reizigersaantallen is gebeurd na introductie van zo'n lijn. Dus je moet dan ook kijken naar theorieën over value of time, wat het heet. Wat voor een waarde geven mensen aan hun tijd? Dus een zakenreiziger tussen Amsterdam en Rotterdam, die een advocaat die 300 euro per uur kan declareren, heeft een andere waarde aan een uur of een half uur gevonden tijd dan iemand die dan een student bij wijze van spreken. Dus al die elementen hebben we geprobeerd mee te nemen om een inschatting te maken van de uiteindelijke betalingsbereidheid van reizigers op die Hazelzijde. Ja. Maar zou u kunnen zeggen dat u dat dit toch wel ontginningsgebied was, om het zo maar eens te noemen. Als het gaat over toch het inschatten van effect van als je met prijzen speelt. Er was op dat moment heel weinig bekend, ervaringsgegevens bekend, wat er zou gebeuren met de betalingsbereidheid bij zo'n grote reistijdsverbetering. Ja. Goed, dat heeft natuurlijk bepaalde risico's in zich. U hebt dat zojuist ook al geschetst, dat je toch met onzekerheden werkt, is die risico's, hè, zijn die gedeeld met de directie en de Raad van Commissarissen? Waren ze van de risico's op de hoogte? Ja. Dat is in alle openheid gedeeld. Wat u hier vertelt, dat is hen ook allemaal geschetst en daar is over gesproken. Ja, zowel ten aanzien van het intrinsieke risico van een bedrijf wat zulke hoge kosten heeft, waar ik net wat over zeg, hoge vaste kosten heeft, als de aannames die je moet maken over een verre toekomst, over aspecten waar weinig ervaringsgegevens van beschikbaar waren. Ja. Ja. Nou heeft u een voorstel gedaan, hè, als BID-team, zeg maar. En u stelde voor om 125 miljoen als basis te nemen voor het bod. En dat was 25 miljoen hoger dan het ministerie van Verkeer en Waterstaat vaststelde als ondergrens 100 miljoen. Dat klopt. Dat klopt. De aanbieding was, de aanbesteding was puur financieel gedreven. Je kon 152 punten verdienen met het beste bod, of maximaal 152 punten. 142 daarvan waren puur financieel gedreven en 100 van die 142 waren voor het beste bod op de base case. Dus wij wilden een bod doen wat ons in ieder geval in de tweede fase zou brengen. Vandaar dat wij ongeveer dus 25% boven de drempelwaarde voorstelden te gaan zitten. Ja. Om daarmee in de volgende fase van de aanbesteding te Dus in het base case, de basisscenario, heeft u 125 miljoen voorgesteld dus aan directie en raad van commissarissen. Om dat dus in het bod op te nemen. Nou heeft u met het biedingsteam ook gekeken naar eventuele schade die NS zou ondervinden als ze het niet zouden winnen, zeg maar, de tender. Mm-hmm. Dat noemen ze strategische waarde.
Hoe heeft u die erin verdisconteerd? In mijn herinnering was die 125 miljoen inclusief een strategische waarde. En omdat die 100 miljoen voor de base case met weliswaar onbeperkte tariefvrijheid een behoorlijk hoge drempel al was. Wij wilden een bod doen waarmee in de tweede fase zouden komen. En we hebben daarmee naar alle elementen gekeken die voor NS van belang waren. Inclusief strategische waarden, zoals u het noemt. Ja. En zoals en, wij het ook genoemd hebben. Laat ik eerst eens vragen, om wat voor bedrag hebben we het dan? Hoe hoog was de strategische waarde? Dat staat me niet meer zo bij wat dat exact geweest is. Of we daar een exact bedrag aan gehangen hebben. Maar dat, ja, dat gaat er bij mij niet in. De strategische waarde was verdisconteerd in dat bod. In die 125 miljoen. En was daarmee konden we ook een bod doen wat hoger was dan die 100 miljoen. Omdat we daar nee, wat ik ben dus financiële man. U weet alles. Dus u kunt mij toch wel vertellen wat welk gedeelte van die 125 miljoen de strategische waarde betrof. Nogmaals, dat staat mij niet zo meer bij. Maar ik wil zeggen, u bent degene die het bod doet. U bepaalt dat bedrag van die 125 miljoen. U heeft daarin zitten allerlei aannames. En met betrekking tot aantal reizigers, de prijzen, elasticiteit, noem maar op. Plus de strategische waarde, dan kunt u toch wel aangeven wat ongeveer, zeg maar, in welke orde moeten denken dat die strategische waarde. Die 150 miljoen is opgebouwd uit een aantal aannames over de reizigersprognose, over kosten die wij aannamen te gaan maken bij dat base case, bij die base case dienstregeling. En wij waren van mening dat een 125 miljoen bod ons in de volgende fase zou helpen. Dat is het enige waar het ons om ging. Maar u zegt, daar zit ook de strategische waarde in. In die 125 miljoen, daar zit een stukje waarde in die dat is. Stel dat we niet krijgen, dan zou NS zoveel verlies leiden. Dat bedrag is doorvertaald in aannames over betalingsbereidheid, over reizigersprognose, et cetera. In de aanbieding aan de staat konden we ook niet een aanbieding doen waarin stond van nou eigenlijk willen we dit voor bieden, maar we doen er nog een stukje bovenop en dat noemen we strategische waarde. Dat was gewoon een onderdeel van ons bod. Wij weten dat dat in de orde lag van 20 miljoen. Klopt dat? Als u dat zegt, dan dat u dat uit de stukken heeft gehaald, dan is dat ongetwijfeld waar. Maar u kunt het niet uit uw eigen herinnering terughalen. Nee, dat kan ik niet. Want en u heeft ook daarover gesproken. Er is wel over dat fenomeen gesproken, zeker. Het bedrag wat u net noemt staat me niet zo scherp meer voor de geest. Maar ik ben er niet verbaasd over dat het die orde grootte gaat zijn. Die orde, goed, het verbaast u niet. En u neemt aan dat, als wij als commissie dat zeggen, dat juist is. De Raad van Commissarissen, die hoort van uw voorstel van 125 miljoen, maar gaat er niet mee akkoord. Wat is er toen gebeurd? U hebt dat voorstel neergelegd. Uit die vergadering hebben wij de terugkoppeling gekregen. Ik was niet bij die vergadering zelf aanwezig, dat de Raad van Commissarissen van mening was dat 125 miljoen niet de 100% zekerheid zou geven dat NS daarmee in de volgende ronde terecht zou komen. En dat het bod op de base case hoger moest zijn dan dat. Dat is wat u gehoord heeft. En ja. Met hoeveel moest het omhoog? In mijn herinnering moest het omhoog tot om en bij de 150 miljoen op de base case. Dus de base case moest worden verhoogd naar 151 miljoen. En we kunnen dus constateren dat de Raad van Commissarissen heeft gezegd, zet er maar 25 of om heel exact te zijn 26 miljoen bovenop. Ja, dat is correct. En dat was 151 miljoen, dan hebben we het over de basisvariant, ja. De base case. Ja. Als het gaat over de uitgebreidere variant, de variant 6, ja. Om welk bedrag gaat het dan? Die variant 6, dat is behalve de base case werden er nog om 6 varianten gevraagd. Ook daar gold weer dat het hoogste financiële pot op een variant het meeste punten opleverde. Variant 6 is toen uiteindelijk op 178 miljoen bepaald in het bod.
En ik kan me niet herinneren wat in ons aanvankelijke voorstel zat voor variant 6. Maar ik weet wel dat daar geen verschil van 26,3 miljoen tussen zat. Omdat wij wisten dat het niet denkbaar was dat alleen de base case gecontracteerd zou worden. De aanbesteding werkte in de hand dat je een zo hoog mogelijk bod op de base case deed, omdat je daar 100 punten mee kon verdienen. En slechts 7 punten voor elk variant waar je het hoogste op scoorde. Dus we hebben niet de verhoging van de base case 1-op-1 doorvertaald in de verhoging van variant 6. Nee. Maar goed, variant 6 is, die het uiteindelijk geworden is, 178 miljoen. Ja, dat klopt. Kunnen we nou, we gaan toch weer even terug naar de oranje combinatie. Want daar heeft u dus gezegd, nou, het is ambitieus, maar dan komen we op 100 miljoen uit. Dat die te vergelijken is met zeg maar variant 6 van het uiteindelijke bod van 178 miljoen? Nee, want bij variant 6 van het bod was er onbeperkte tariefvrijheid. En bij de 100 miljoen van het Oranje Consortium, waar het verschil tussen de overheelnet en de HSL 25%, en in het bod was dat 60%. Dus dat is het allergrootste verschil. Daarom is het ook goed om dat even uit te kunnen leggen. Die twee dienstregelingen lijken op elkaar, maar het tariefniveau wat aangenomen is, is totaal anders. En het tariefniveau bij de oranje combinatie was 25%? Ja. Gemiddeld. En bij het bod eind 2001, dan is dat gemiddeld? 60%. 60%. Ja, omdat de tarieven volledig vrij waren gelaten. Kijk, en doordat die tarieven vrij zijn gelaten, kunt u 178 miljoen bieden. Ja, dat heeft u gedaan. En dat is echt puur financieel gedreven. Ja, was de eerste fase van de aanbesteding, zoals die door de overheid was georganiseerd, was puur financieel gedreven. Het ging over die 152 punten die je maximaal kon halen. 142 daarvan gingen puur om het hoogste financiële bod, waarvan de base case dan nog eens 100 van die 142 vertegenwoordigde. Er was een fase 2 voorzien in de aanbesteding, waarin lagere tarieven, meer kwaliteit voor de reizigers en een fenomeen als benefit sharing, wat betekent dat als het goed gaat met het bedrijf, dat de overheid dat meedeelt in de mogelijke verbeteringen. Dat waren elementen die in de tweede fase aan de orde zouden komen. Maar ik laat het toch nog even op me inwerken. 178 miljoen. 178 miljoen, dat betekent een half miljoen per dag wat er verdiend zou moeten worden. Is dat wel reëel te achten? 178 miljoen paste bij een uitgebreide dienstregeling en een grote betalingsbereidheid van reizigers voor de snelheidsverbetering, leidend tot een gemiddeld tariefniveau wat 60% boven het hoofdrailnet lag. Ja, maar de vraag is, hoe heeft u dat voor elkaar gekregen? Hoe bedoelt u dat precies? Nou, u kunt toch geen bod doen waar niet een reële berekening onder ligt? Nee, dat kon inderdaad niet. Dat was ook een van de eisen van de aanbesteding, dat de overheid eiste dat de biedingen feasible waren, dus haalbaar in de praktijk. Wij hebben de 178 miljoen onderbouwd met aannames over economische ontwikkeling, ik begin mezelf te herhalen, maar economische ontwikkeling, vliegverkeer, betalingsbereidheid van reizigers, met een uitgebreide dienstregeling, met dat gemiddelde tariefverschil, leidende tot 178 miljoen. En dat is zo geaccepteerd als feasible. Als de overheid het op dat moment niet haalbaar had gevonden, dan hadden ze het bod niet kunnen accepteren. Het moest een ongeconditioneerd bod zijn, wat in de praktijk haalbaar zou zijn. Maar ik, volgens mij is het toch, nog een keer, u vindt 100 miljoen bij de oranje combinatie, vindt u al optimistisch, zegt u, ja, we hadden daar 25%. Maar dat vond u kennelijk ook een reëel gemiddelde, hè, 25% op de kaartjes. Want anders had u iets anders voorgesteld bij de oranje combinatie. Om twee redenen. Eén, omdat we indicaties hadden gekregen van het ministerie dat dat een acceptabel verschil zou zijn.
En twee, omdat we uit onze eerdere gesprekken met consumentenorganisaties, met Tweede Kamerleden, ook hadden teruggekregen dat dat een redelijk verschil zou zijn. Dus met die 15% voelden wij ons redelijk comfortabel. Ja, voelden zich redelijk comfortabel, maar het was wel een ambitieuze doelstelling. Ja, omdat in combinatie daarmee hogere reizigersaantallen gehaald moesten worden. U draait aan de knoppen en u zegt, we gaan de reizigersaantallen gaan we nog eens goed naar kijken, maar vooral ook naar de prijs van de kaartjes. En bij de 125 miljoen, welk percentage hanteerde u toen? Toen u dat tussenbod deed, zeg maar, en voorlegde aan of het conceptbod, zo moet ik het zeggen. Ik meen dat dat iets onder de 60% heeft gelegen, maar dat zal in de buurt van mijn herinnering 50% zijn geweest. Ik denk dat bij de 178 miljoen zat er een nog iets agressievere aanname achter. Ja. Maar bij de 125 miljoen, dan hebben we het even over de basisvariant, daar zit dus al een prijsstelling bij van gemiddeld zeg maar bijna 60%, laat ik het zo dat zegt u. En dan moet er nog eens 25 miljoen of 60 miljoen bovenop. Ja. Hoe heeft u dat dan in uw rekenmodellen voor elkaar gekregen? Door een aantal aannames, steeds binnen de grenzen van haalbaarheid, want wij waren ons natuurlijk van bewust dat we een haalbaar bod moesten neerleggen, omdat het anders risico had om afgewezen te worden, aannames te maken over economische groei, et cetera. Om maar een voorbeeld te geven, CPB-scenario's over een economische groei neem je dan in oogenschouw. Je kunt ervoor kiezen om een laag, een midden of een hoog scenario te nemen. We hebben er toen voor moeten kiezen om dat bod hoog te krijgen om de aannames maximaal positief te maken. Nog steeds binnen het realistische. We hebben niet een economische groei verondersteld die in geen enkel CPB-scenario bijvoorbeeld voorkwam. Als ons gevraagd zou worden om eventjes 300 miljoen op de base case te bieden, hadden we moeten teruggeven. We kunnen hier geen aannames bij maken, want die gaan gewoon te ver. Die kunnen niet meer onderbouwd worden en die zullen door de overheid als niet feasible worden afgewezen. Maar die 26 miljoen die er bovenop moest, dat heeft u gerealiseerd in uw business case modellen door zeg maar het aantal reizigers nog verder te verhogen, wat er potentieel gebruik van zou maken, door de tarieven verder te verhogen. Correct. Een aantal knoppen te draaien, zoals u net zei, die van belang zijn. De tarieven te verhogen. Kunt u aangeven met hoeveel het tarief verhoogd is, zeg maar, tussen het concept en het eind? In mijn herinnering was het in het concept ook al in de buurt van de 50-55% tariefverschil en is dus uiteindelijk 60% geworden. Ook dat was aan grenzen gebonden, want wij wilden kunnen onderbouwen waarom we dachten dat dat verschil in de praktijk realiseerbaar zou zijn. Ja. Maar is nou niet eigenlijk toch de conclusie dat er moest 151 miljoen uitkomen en meneer Spaargaren en meneer Markman rekenden maar naartoe. Zorg maar dat het kloppend wordt. Want u vond 125 miljoen eigenlijk al het maximaal haalbare. Want u had opdracht mee, zorg dat we in die dat vertalen, dat we zeker in die tweede ronde zitten. Dus u had al van alles opgepimpt, zeg maar, tot wat u dan kennelijk aanvaardbaar vond. U had er al een stuk strategische waarde in verdisconteerd. En vervolgens moet er nog eens 26 miljoen bovenop. In de stukken die wij voorbereid hadden voor de Raad van Commissarissen hebben we ook duidelijk aangegeven op welke aannames er nog een zeg maar, positieve instelling te kiezen was. Dus we hebben er ook op geanticipeerd dat de vraag terug zou komen, kan het bod nog hoger, aangegeven binnen welke grenzen dat mogelijk was. Dus om bijvoorbeeld te zeggen, nou, de prognoses voor vliegverkeer kun je ook deze bron nemen, die is nog steeds realistisch en haalbaar, want die wordt ook door andere partijen wellicht gebruikt. En dan ga je daar de meest positieve aanname van maken. Dus we hebben daar ook al van aangegeven wat nog de grenzen waren van waar je je binnen kon begeven. Ja. Goed, u heeft het in ieder geval tot het uiterste, het alleruiterste gestretched, hè, om het zo nog maar eens te zeggen. Dat is wel duidelijk uit uw betoog. Nou, zit in het bod, zit die strategische waarde. Ik heb al genoemd in de orde van 20 miljoen. Maar hing die niet als een molensteen om de nek, zeg maar, van dan HSA moest dat dan gaan uitvoeren? Omdat daar geen inkomsten tegenover stonden. Het bod was, zoals u zei, gestretched. Er waren aannames gemaakt die uitermate optimistisch waren over een aantal ontwikkelingen die van belang zijn voor reizigersprognoses.
En daarmee was het een, en dat gekoppeld aan de hoge vaste kosten van een bedrijf zoals HSA, was dat een behoorlijke uitdaging om dat in de praktijk te realiseren. Maar mijn vraag was, in dat bod zit een stuk strategische waarde. En strategische waarde is eigenlijk, zeg maar, dat is het NS waard om extra's te doen, maar er staan geen reële inkomsten tegenover. Dat heb je wel eens vaker, hè, dat een bedrijf zegt, ik wil iets hebben, of ik wil die markt veroveren, en dan bied ik ergens op en dat is dan verliesgevend. Ja, dat vangt dan de company in zijn geheel wel op. Nou, daar is hier toch ook sprake van. Van die strategische waarde. Ja, ja, daar hebben we het net over gehad. Ja. Hangt die strategische waarde, ik herhaal hem nog maar, dan niet als een molensteen op de, ja, om de business case van HSA? De business case van HSA was een hele uitdagende. Niet alleen omdat daar strategische waarde in verdisconteerd was, maar omdat er, zoals net beschreven, een aantal aannames in waren gedaan die aan de hele optimistische kant zaten. Dus dat het een hele uitdaging zou worden voor HSA om de business case te realiseren, was vanaf het moment één bekend. Ja, maar kun je dan zeggen, ja, u heeft het net zo lang gerekend totdat het die 151 miljoen was, door aan die knoppen te draaien, daar hebben we het over gehad. Maar was toch niet het feit dat daar ook dus een strategische waarde in verdisconteerd is? Of misschien zelfs twee keer de strategische waarde. Want u zegt, hij zat in het bod van 125 miljoen. En er is nog eens 26 miljoen bovenop gegaan. Hè, op verzoek van de Raad van Commissarissen. Kun je dan niet zeggen dat, dat van meet af aan eigenlijk het in economisch opzicht een doodgeboren kind was? Het was een uitermate gestretched bord met een aantal hele optimistische aannames die gedreven waren door de wens van de overheid om een zo hoog mogelijk financieel bod te krijgen binnen de grenzen van haalbaarheid, want dat bod moest haalbaar zijn. En daarmee zou het voor elk bedrijf wat dat plan ten uitvoer moest brengen een hele grote uitdaging worden om dat in de praktijk te realiseren. En goed, u zegt, het was een hele klus om het te klaren. Buitengewoon uitdagend, tot het uiterste gestretched. Dan mag ik aannemen dat er voorzieningen zijn getroffen voor het geval het verlieslatend zou zijn. Ja, en dat heeft onder andere zijn oorsprong in een eis van de overheid om HSA zelfstandig te positioneren. Als onderdeel van de aanbesteding was de eis geformuleerd dat elke winnaar of de winnaar van de aanbesteding een zogenaamde SPV, een Special Purpose Vehicle, moest oprichten. Een speciaal bedrijf wat alleen gericht was op het exploiteren van die concessie. En NS en KLM hebben hun SPV HSA genoemd. Daarbij verstrekken de aandeelhouders een bepaald startkapitaal. Mijn herinnering was dat voor HSA 44 miljoen. En de aandeelhouders worden gevraagd een bepaald garantievermogen te verstrekken in het geval dat bedrijf verliezen zou maken. In de aanvankelijke eisen van de overheid was dat 100 miljoen. In de onderhandelingen die met de overheid hebben plaatsgevonden tussen mei 2001 en december 2001 is dat garantiekapitaal tot 200 miljoen verhoogd, met in ruil daarvoor een verlaging van het concessiebedrag met, naar ik me goed herinner, 12 miljoen per jaar. Dus uiteindelijk ontstond er een bedrijf wat apart van NS gepositioneerd moest worden, als een eis van de overheid, met het startkapitaal en het garantiekapitaal, zoals ik dat net beschreef. Maar goed, u heeft het dan over 12 miljoen. Ja, dat als je het garantiekapitaal verhoogt, wat uiteindelijk gebeurd is, dan kan die concessieovereenkomst met 12 miljoen verlaagd worden. Ja, correct. In oktober 2001 is dat zo uit onderhandeld, ja. Maar dat is bij lange na niet de strategische waarde. Nee, maar er zijn ook nog andere gesprekken gevoerd in die periode die invloed hebben gehad op het concessie, om de concessievergoeding. Maar u stelt een vraag over over HSA en de mogelijke verlieslatendheid van HSA. En ik
heb erop geantwoord wat ik zei over het positioneren van HSA als bedrijf. En de wij komen daar komen we nog op terug. Maar ik wil dan even zeggen, er is dus een reële business case geweest. Een reëel plan op basis waarvan de bieding is gedaan van uiteindelijk op variant 6 van 178 miljoen. Daar hebben reële aannames en berekeningen aan de grondslag gelegen op basis waarvan de Raad van Commissaris uiteindelijk dat bod geaccordeerd heeft. Ja, we hebben een uitermate gestretched en uitdagend bod gedaan met aannames die ook door de overheid later zijn bevestigd als realistisch en haalbaar. Feasible, het Engels woord dat ze daarvoor steeds gebruikten. En dat heeft tot die 178 miljoen geleid in de eerste fase. Vervolgens is er over die concessievergoeding gesproken in vervolggesprekken die met de staat hebben plaatsgevonden. Toen bleek dat NS de enige bieder was die een voldoende bod had gedaan. Ja. Dus dat is er geweest, dat fantastische plan, maar het is zoek geraakt. Wist u dat? U bedoelt het bod? Het oorspronkelijke plan van 2001, dus de bieding, de aannames die eraan te grondslag lagen, die, maar u weet zeker, het was er. Er was een plan wat voldeed, een bieding die NS heeft ingeleverd, met het voorgeschreven aantal pagina's wat in de aanbesteding werd voorgeschreven, hoe dik dat plan mocht zijn met de financiële bijlages conform de formats die de overheid voorschreef. Dat hebben wij op papier ingediend, zeker? U hebt het zeker, maar daar ligt nog natuurlijk allerlei berekeningen achter, onder, die u net geschetst heeft, om bij dat bod van 178 miljoen te komen. Voor een deel zullen die aannames in het bod staan. Maar nogmaals, er was beperkt ruimte in het bod om dat te doen. Ik meen me te herinneren dat je 10 pagina's per hoofdstuk, en die hoofdstukken waren voorgeschreven, mocht gebruiken. Dus detailaannames over bepaalde onderwerpen zullen er niet in hebben gestaan. Maar laten we dan zo zeggen, u hebt allerlei berekeningen gemaakt waarbij u kwam op 125 miljoen. Ja. Nee? Daarna moest u zeggen, nee, meneer Spagaard, het moet hoger. Dat heeft u keurig gedaan en heeft u weer aan knoppen moeten draaien om dat in dat businessplan te verwerken. U hebt gekeken weer naar de reizigersaantallen, nog optimistischer gemaakt. U heeft de tarieven verder verhoogd. U heeft dat, ik dacht, ook nog meer gedaan, zelfs nog met betrekking tot de inflatiecorrectie en dergelijke. Al dat soort dingen heeft u meegenomen in uw berekeningen. Dat is opnieuw in een businessplan vervat. Die nadere berekeningen, die heeft u ook gemaakt en die heeft u opnieuw voorgelegd. Mijn financiële collega heeft die met name gemaakt. Ik heb al mijn archieven en al mijn documenten aan NS gegeven. Die hebben ze, naar mijn weten, allemaal aan de commissie verstrekt. Er is maar één businessplan geweest, maar één bod geweest. En dat is het bod dat paste bij de 178 miljoen of de 151 miljoen, zoals we net over spraken. Het is niet zo dat er een volledig 150 pagina's stellend plan bij de Raad van Commissarissen heeft gelegen, wat vervolgens omgewerkt is tot het plan wat uiteindelijk aan de overheid is opgestuurd. Nee, maar veranderde onderliggende aannames die u op het allerlaatste, in die laatste week nog heeft toegepast, die zijn goed vastgelegd, neem ik aan. Dat heeft u allemaal zelf opgeschreven, hoe u uiteindelijk bij zeg maar die 178 terecht bent gekomen. Ik kan me geen stukken herinneren waar dat soort details zo in staan. Het plan dat wij hebben ingediend aan de overheid bevatte de informatie die de overheid eiste ten aanzien van die aannames. Vervolgens had de overheid de kans om via verduidelijkingsvragen, clarification questions, nog verdere vragen te stellen over bijvoorbeeld onderliggende aannames van, waar we het net over gehad hebben, vliegverkeer, economische groei, betalingsbereidheid. Dat is wat wij verstrekt hebben. Ja, maar ik wil even wat er dus intern, zeg maar, binnen NS is bewaard gebleven. U heeft een voorstel gedaan aan de Raad van Commissarissen, aan de directie. 125 miljoen, daar zat een heel businessplan onder, neem ik aan. Dat wordt bijgevoegd om
Kijk, een directie moet natuurlijk aan de hand van natuurlijk een aantal zaken tot een bepaalde meningsvorming komen. Dus u heeft daar aangegeven, nou, dat hebben we zo en zo gedaan. Dan gaat u nog een plan B maken, ophoging met 26 miljoen. Doet u nieuwe aannames. Die aannames die u heeft gedaan, die moeten toch zijn vastgelegd. Die heeft u toch, aangegeven, wij doen dat op deze manier en dan komen wij tot dat nieuwe bedrag. We hebben geen uitgewerkt 150 tellend pagina's businessplan aan de Raad van Commissarissen voorgesteld. We hebben de financiële biedingen op die verschillende varianten, inclusief de base case, aan ze voorgelegd in een presentatie. Inclusief informatie over de aannames die ten grondslag lagen aan die financiële inschattingen. Vervolgens zijn wij aan de slag gegaan om een uiteindelijk businessplan, wat in de bieding ingeleverd moest worden, zodanig te maken dat het aan die bedragen voldeed met de aannames die daarbij pasten. En ik kan me niet herinneren dat er documenten zijn geproduceerd die exact aangeven welke aanname met hoeveel is vermeerderd toegenomen, welke scenario's van het CPB wel of niet zijn gekozen, om even in die analogie te blijven. Maar goed, ze moeten er zijn geweest, neem ik aan. Je kunt niet zomaar zo tot dat bedrag komen. Daar moeten berekeningen aan ten grondslag liggen. Is dat zoek? Het is er niet. Is het nou kwijtgeraakt of kwijtgemaakt? In een deel van die berekeningen ziet hij terug in de uiteindelijke bieding die NS heeft gedaan, waar u, naar ik verwacht, wel de beschikking over heeft. Waar getallen in zullen staan over de veronderstelde economische groei, over de veronderstelde prijselasticiteit en dat soort zaken. En waar die aannames vandaan komen. Dat is wat ik kan zeggen over wat er ligt aan, aan aannames en berekeningen die daar aan de grondslag hebben gelegen. En vervolgens, daar heeft u denk ik ook de kopieën van gehad, heeft er nog een vraag-en-antwoordspel zich afgespeeld tussen de overheid en de bieders, waar ook nog in verduidelijking is gevraagd over bepaalde onderwerpen. Ik geef het woord aan de heer Elias. Hij heeft ook nog vragen op dit punt. Nou ja, heel kort nog even, omdat ik het gewoon zelf anders niet begrijp en dat vind ik jammer. Kijk of ik u nou goed samengevat in antwoord op vele vragen die mijn collega Gerven had. Er was een voorgenomen bod, daarin zat een strategische waarde van om en nabij 20 miljoen, heeft de commissie ontdekt. U heeft tegen de heer Van Gerven gezegd, dat zou wel eens kunnen kloppen, als u dat zo zegt. Dat werd gepresenteerd aan de Raad van Commissarissen. Dat tot dusver correct, ja, toch? Ja, correct. Dan, we gaan dat natuurlijk nog in de komende weken ook wel horen, maar dan vergadert die Raad van Commissarissen en dan gaat dat bod in ieder geval omhoog. Ja, correct. Daar wordt opnieuw een strategische waarde bij gepostuleerd, laat ik het dan zo formuleren. Dat zou je ook strategische waarde kunnen noemen. Ik zou het willen noemen het bedrag wat door de Raad van Commissarissen werd verondersteld het winnende bedrag te zijn om in ieder geval in fase 2 te komen. Prima. Daar werd bij verondersteld dat het van groot belang was dat de NS zou winnen en dat het ook wat waard was om in de hoogte van de bieding zodanig uit te komen dat anderen meteen in de hoek lagen. Nou, in ieder geval dat NS in fase 2 zou komen, zou ik willen zeggen. Nou goed, laten we het neutraal houden, dat NS in fase 2 zou komen. Goed. Dus er is twee keer een bod geweest waarin op enigerlei wijze met die strategische waarde op de een of andere manier wiskundig werd omgesprongen. Mag ik het dan zo formuleren? Ja. En dat lijkt ook te blijken uit interne notities waarin staat elasticiteit de aannames, veel is mogelijk, modeluitkomsten aanpassen, wat willen we in de volgende fase, alles in de tarieven stoppen heeft risico's. Dus er kon nogal worden gespeeld met die strategische waarden. Zie ik dat ook juist? Zoals ik net aan de heer Gerben uitlegde, hebben we aangegeven wat er inderdaad mogelijk was om het bod eventueel nog te verhogen, mocht die vraag komen. Zoals het ging over prijselasticiteit, omdat het geen exacte wetenschap is. Net zoals reizigersprognoses doen geen exacte wetenschap is, hebben we in interne notities aangegeven, je zou aan deze knoppen nog kunnen draaien, mocht je het bod nog hoger willen maken. En zo kwam u dus uiteindelijk uit bij dat bod, wat u dan noemde, uitermate gestretched, dus maximaal opgerekt. Mag ik het dan zo samenvatten? Ja. Dank u wel. Goed. Dan ga ik met u verder, meneer Spagaar, over de tarief
restrictie over de tarieven van de kaartjes en het eventueel beperkingen van de prijs van een treinkaartje. Want we hebben gesproken eerst over het Intercity Max bod, later over het wat geheimzinnige oranje combinatie. Kunt u nog even aangeven hoe NS nou eigenlijk aankeek tegen die hoogte van de tarieven in relatie tot het uiteindelijke bod wat u gedaan heeft? Ja, bij het IC Max bod en ook bij het Oranje Consortium waren wij er ons goed van bewust dat een lijn die een behoorlijke reistijdverbetering geeft ook wel iets meer mag kosten voor de reiziger. Een reistijdverbetering van een half uur op Amsterdam-Rotterdam is heel serieus en daar heeft de reiziger wat extra voor over. Wij hadden op basis van gesprekken die we met consumentenorganisaties, politici, etc. Hadden gehad de indruk dat dat een tariefverschil van 25% à 30%, het was 30% bij IC Max en 25% bij dat Oranje Consortium, dat dat acceptabel zou zijn voor de overheid, de maatschappij, de reiziger. En er ook toe zou leiden dat zoveel mogelijk reizigers van die Hazel-Zuid gebruik zouden maken. We waren dan ook wat verrast toen bleek dat in de aanbesteding er puur naar financiële opbrengst werd gekeken en de tarieven volledig vrij werden gelaten. Daarmee biedingen uitlokkend die tarieven in zich hadden die veel hoger waren dan 25-30% tariefverschil met het hoofdrailnet. Maar omdat NS in die eerste fase een puur financieel gedreven bod moest doen, ontstond er een tariefverschil van 60% waar we het net over hadden. Nog steeds te onderbouwen vanuit de theorieën en de ervaringsgegevens die we beschikbaar hadden. Want nogmaals, het mocht niet onhaalbaar zijn. We waren ons er zeer bewust van dat de overheid het wel moest kunnen accepteren. Maar die 60% was klaarblijkelijk acceptabel, want het bod werd geaccepteerd en werd het binnen de bod. Maar wij waren wel ernstig bezorgd over dat tariefniveau, omdat we wisten wat de consternatie zou kunnen zijn in de samenleving als dat in de praktijk gerealiseerd zou moeten worden. Vandaar dat wij op de eerste pagina van het bod in het Engels iets hebben geschreven wat er in het Nederlands feitelijk op neerkomt, dat wij constateerden dat er puur financieel geoptimaliseerd werd in de aanbesteding en dat we er naar uitzagen om in fase 2, waarin tariefrestrictie een van de onderwerpen zou zijn, in fase 2 met de overheid te spreken over een voorstel voor de reizigers wat een veel acceptabeler tariefniveau met zich zou meebrengen, waar ook meer mensen van die Hazel-Zuid gebruik zouden maken. Verwacht u eigenlijk dat in een latere fase dat die tarieven nog wel omlaag gebracht zouden worden? In de invitation to tender, in het document waar de biedende partijen zich op baseerden, stond letterlijk een fase 2 aangekondigd, waarbij tariefrestrictie een van de onderwerpen was. Dus ja, dat was zeker onze verwachting. Ja, u bedoelt die enhanced specifications? Bedoelt u dat stuk? Ja, in fase 2, zoals de overheid had geschetst in de aanbesteding, waren er drie onderwerpen die mij bijstaan die in ieder geval aan de orde zouden zijn. Kwaliteit voor de reiziger, tariefrestrictie en benefit sharing. Ik noemde het net zo al eventjes. Dus dat was zeker de verwachting dat dat aan de orde ging komen. U heeft, laten we zeggen, in het vervolg, in het tweede traject, dat was uw stellige overtuiging, de tariefbeperking, de tariefrestrictie, uitdrukkelijk een onderdeel zijn van de verdere uitwerking van dat bod. Ja, in fase 2 was het voorzien dat er nog twee partijen over zouden blijven waarmee dat soort gesprekken gevoerd zouden gaan worden. Maar naar bleek, na fase 1 was er maar één partij die een compliant, een voldoende bod had uitgebracht, namelijk NS, dat de tweede fase feitelijk overgeslagen werd. Of in ieder geval in een andere vorm zich afspeelde. Dus dat was een verandering van de spelregels feiten. U zegt van we hadden verwacht dat dat zou gebeuren, maar het is niet gebeurd. Er is wel, laten we zeggen, een kanbepaling, zoals dat heet, opgenomen. Het is mogelijk om toch een tariefrestrictie door te voeren, staat er in het uiteindelijke concessieovereenkomst. Als dat gebeurt voor 1 september 2002 en dan wordt de concessie verlaagd met 47 miljoen. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. En de vraag is natuurlijk, hoe komt u, of laat ik eerst zo eens vragen. U kon toch zelf die tarieven gewoon verlagen? Daar had u de overheid toch niet voor nodig?
als, zoals ik zei, de eerste fase van de aanbesteding was puur financieel gedreven, met een tariefvrijheid voor de vervoerder. Dus die vervoerder moet proberen zoveel mogelijk winst te maken, want van die winst kun je je concessievergoeding zo hoog mogelijk maken. Dat doe je door relatief weinig treinen aan te bieden, zo vol mogelijk te stoppen met reizigers die een hele hoge betalingsbereidheid hebben, zodat je zo min mogelijk kosten maakt, zo hoog mogelijk opbrengsten genereert, zo hoog mogelijk winstgevendheid genereert en daarmee een hoge concessievergoeding kunt doen. Dat was het mechanisme achter de tariefvrijheid. Als je ervoor kiest, willens en wetens, om een lager tarief te hanteren, moet je veel meer treinen kopen, maak je veel hogere kosten, gaan de opbrengsten niet noodzakelijkerwijs omhoog, want dan, eventjes maar een analogie, dan heb je niet 10 mensen die 10 voor een kaartje betalen, maar je hebt er 20 die 5 voor een kaartje betalen, dat is nog steeds 100 opbrengsten. Maar je maakt wel veel meer kosten om die treinen te kopen. Dus bij het financiële optimalisatiespel van de eerste fase pasten hele hoge tarieven. Wij waren daar ernstig bezorgd over en daarom hebben we ook in de vervolggesprekken met de overheid, niet de fase 2 zoals voorzien, maar het onderwerp tariefrestricties wel aan de orde geweest, hebben wij voortdurend aangegeven dat wij van mening waren dat dit niet in het belang van de reiziger was om zulke hoge tarieven op de hazels uit te hanteren. Ja. Maar u heeft wel, laten we zeggen, laten opnemen, of u zegt zojuist van nou, voor die hoge tarieven kan het. Maar we hebben liever lagere tarieven en meer reizigers. Exact. Exact. Ja. Financieel maakt dat niet uit. Financieel maakt het in zoverre uit dat je met lagere tarieven en meer reizigers ook heel veel meer treinen moet kopen. Vandaar ook dat concessiebedrag veel lager wordt, omdat je veel meer kosten maakt om die extra reizigers te vervoeren, want je moet extra treinen kopen. Vandaar dat die 47 miljoen is opgenomen als een uitvloeisel van eventueel lagere tarieven. Maar die 47 miljoen van, kijk, wat u zei net eigenlijk van ja, je kan als je meer mensen vervoert, ja, dan levert dat ook rendement op. Dus dan kan dat met gesloten beurzen. Kijk, dan had er ook in dat contract kunnen staan van, nou, de staat kan bedingen voor 1 september 2002 gaan we de tarieven verlagen. Maar goed, dan komen er meer reizigers, dus dan is het bod, dan hoeven we daar niet 47 miljoen aan. Ja, dan moet NS heel veel meer kosten maken om extra treinen te kopen om al die reizigers te vervoeren. In feite zou je daar een bod mee krijgen, eigenlijk een voorstel mee krijgen, wat weer heel erg vergelijkbaar is met dat Oranje Consortium. Qua dienstregeling, qua tarief en ook qua vergoeding. Dat is ons ook opgevallen, dat dat waar is. Maar de vraag is natuurlijk, u doet een bieding op voorwaarde van tarieven dan van 60% gemiddeld. U zegt, nou, als we dat terug onderhandelen, of als dat teruggaat naar 25-30%, wat in die eerdere biedingen eigenlijk gangbaar was, dan kost ons dat 47 miljoen. Hoe heeft u dat berekend? Dan kunt u dat eens nader specificeren. Daar ben ik zelf niet bij geweest. Ik had in het BID-team een collega, financieel expert Richard Emmerink, die heeft dat met het ministerie een aantal keren besproken. En met elkaar is die 47 miljoen vastgesteld. En daarom is die ook zo in de concessieovereenkomst terechtgekomen. Wij wilden twee dingen in ieder geval duidelijk maken. Eén is dat je die beslissing op tijd moet nemen, omdat als je hem later neemt, je te laat bent om die extra treinen te kopen. En ook om later een gesprek te hebben over wat voor invloed op de concessiebetaling heeft dat. Dus daar is al in oktober, november, voortekening van de concessieovereenkomst, hebben daar een aantal gesprekken over plaatsgevonden waar ik overigens niet bij ben geweest, tussen mijn financiële collega en mensen van het ministerie. Maar u bent de hoofdverantwoordelijke toch voor die bieding? Ja. Dus dan neem ik aan dat u ook op de hoogte bent hoe die 47 miljoen tot stand is gekomen. Kort gezegd komt die 47 miljoen tot stand op basis van aannames over de extra treinen die je nodig hebt om de reizigers te vervoeren. En ook weer over aannames over hoeveel extra reizigers je trekt bij lagere tarieven. Dus die discussie over prijselasticiteit, maar dan nu even de andere kant op. Als je de tarieven flink lager maakt, hoeveel extra reizigers krijg je? Is weer eenzelfde soort discussie over aannames over betalingsbereidheid en hoe aantrekkelijk is een tarief van 25%. Daar hadden we natuurlijk al wat vingeroefeningen van gedaan in voorgaande voorstellen. Dus het is een combinatie van extra reizigers, leidende tot extra investeringen in treinen,
En dan de vraag hoeveel concessiebetaling kun je dan nog doen. Maar je hebt natuurlijk minder opbrengsten, omdat je de... Maar is het dan zo dat, laat ik het zo eens vragen, als de tarieven zo substantieel dalen, hoeveel meer reizigers krijg je dan? In welke orde? Spijt, ik weet het echt niet meer. We hebben het over 15 jaar geleden. Ik vind het heel lastig om exacte percentages hier te noemen. Ik heb niet alle stukken meer in mijn hoofd, maar we hebben het over substantiële percentages. Want je moet er ook extra treinen voor kopen. Dus het is niet zo dat je die reizigers nog eventjes erbij stopt in de treinen die je toch al gekocht had. Maar we hebben begrepen dat als we kijken naar het businessmodel van HSA, dat de kosten van de treinen 12% van het geheel waren. Dus 1/8. Dus dat er toch maar een beperkt gedeelte was, zeg maar, van de totale kosten. En de vraag is dus of die 47 miljoen wel de werkelijke prijskaartje is wat aan die tariefrestrictie vastzit. Ik kan er alleen over zeggen dat het een prijskaartje is wat tot stand is gekomen na minimaal 3 gesprekken met het ministerie. En dat waren niet korte gesprekken. Ik weet dat mijn collega daar behoorlijke tijd aan heeft besteed met het ministerie om tot die 47 miljoen te komen. Dat was ook een door het ministerie en de vertegenwoordigster van een geaccepteerd bedrag. Anders zou het niet in de concessieovereenkomst zijn opgenomen. Die 47 miljoen, die is tot stand gekomen bij een bepaalde aanname van het aantal reizigers. Dat klopt. En dat was in de orde van? Dat staat er niet meer bij. Dat weet ik echt niet. 28 miljoen, 29 miljoen? Ik zou het echt niet weten. In die orde. Laten we... Nou, blijkt in de praktijk dat in de prognoses dat het aantal reizigers veel lager is dan toen werd geprognotiseerd. Ja. Klopt dan die 47 miljoen nog wel? Het reden dat die aantal reizigers die zich nu... Die worden substantieel minder. Het aantal reizigers wordt substantieel minder. En u krijgt toch, laten we zeggen, dat bedrag van die 47 miljoen. De 47 miljoen is besproken letterlijk een maand voordat de vliegtuigen in New York die wolkenkrabbers binnenvlogen. Dus gingen nog uit van de optimistische prognoses over de ontwikkeling van reizigers. Dus ook over, neem ik aan, een optimistischer inschatting van wat lagere tarieven voor invloed zouden hebben dan als je diezelfde discussie een half jaar later zou hebben. Maar op basis van de informatie die partijen beide toen hadden, is die 47 miljoen overeengekomen. Ja. Dus u zegt, voor zover ik weet, ik was er zelf niet bij, anderen hebben dat berekend. En dat is toen met het ministerie overeengekomen. Kun je wel zeggen dat het risicoprofiel, zeg maar, daardoor wel substantieel verlaagd werd? Want er gaat wel 1/3... Laten we zeggen, uiteindelijk is het 148 miljoen, hè, waar het uiteindelijk voor is getekend. Als daar 47 miljoen van afgaat, dat is toch 1/3 bijna van het bedrag. Maar aan de andere kant is het ook zo dat bij een lager tariefniveau je hogere reizigersvolume veronderstelt. En daar zit nog steeds een risico in, omdat ook de betalingsbereidheid van reizigers voor 25% of 30% tariefverschil ook in de praktijk nooit bewezen was. Dus er zit nog steeds risico aan dat soort aannames. Nogmaals, we hebben het nog steeds over reizigers die over een niet bestaande lijn met een niet betaalde treindienst worden ingeschat. En dat blijft risicovol. Dus ik zou niet willen zeggen dat een heel groot verschil maakt. Nou, ik constateer in ieder geval wel dat we, als dat door zou zijn gegaan, we weer op pak een beet 100 miljoen vergoeding uitkomen per jaar. En dat toch, laten we zeggen, meer comfort zou hebben geboden voor NS of HSA om dat te realiseren. Nou, het zou nog steeds een bedrijf zijn geweest wat heel erg afhankelijk is van de reizigersprognose, wat nog hogere kosten heeft omdat ze meer treinen heeft gekocht. Dus maar het risicoprofiel is nog steeds groot. Maar 1/3 van dat bedrag van 148 miljoen is dan wel sowieso binnen. Toch?
Nou, het is een verlaging van 47 miljoen die op basis van een gesprek tussen het ministerie en NS tot stand is gekomen, waar beide partijen met de aannames van toen en de kennis van toen van geloofden dat dat een realistisch bedrag was wat paste bij die tariefrestrictie. Ja. En dat is ook op die manier in de processie verwerkt. Als je een realistisch scenario hebt van 148 miljoen of een scenario van 100 miljoen, dan is dat risicoprofiel bij 100 miljoen toch minder dan bij dat van 148. Dat kun je niet zo zeggen, omdat, nog even het voorbeeld gebruiken van 10 reizigers die 10 betalen of 20 reizigers die 5 betalen. In beide gevallen, als je er 20% naast zit, is het probleem precies hetzelfde, financieel gezien. Dus het is niet zozeer dat het risicoprofiel alleen maar bepaald wordt door de concessievergoeding die je betaalt. Dat hangt ook af van de reizigersaannames, de reizigersprognoses en de kosten die je maakt. Nog even over de hoe open kon u zijn naar het ministerie toe over wat er was, wat werkelijk aan de hand was met het bod wat u gedaan had. Namelijk het feit dat de Raad van Commissarissen had gezegd, zet er maar 26 miljoen bovenop. We hebben nooit vragen gekregen over dat bod. We hebben gesproken met het ministerie over een aantal onderwerpen in de periode tussen mei en december. En dit soort gesprekken hebben niet plaatsgevonden. Ja. Van niet bij mijn, in mijn bijzijn. Ik kom toch nog even terug op die tariefrestrictie. Want kijk, u zegt dat is een reële berekening. Maar nou hebben wij gevonden dat die tariefrestrictie substantieel minder bedrag was wat het NS zou kosten. In de orde van de helft. We hebben ook eigen berekeningen gemaakt, komen ook daarop uit. Wat zegt u dan? Ik ken die stukken niet. Als u dat in een stuk heeft, dan neem ik dat aan. Maar ik ken die stukken niet. Ik weet van de terugkoppeling van mijn collega's die gesprekken hebben gevoerd, dat 47 miljoen een bedrag was dat door beide partijen, op basis van de aannames die ze toen hadden, een bedrag is wat ze aanvaardbaar vonden om in de concessie op te nemen. Maar had u dat dan niet, u zegt dat weet ik niet. Wilt u dat aannemen van de commissie? Als u zegt dat u berekeningen heeft gemaakt die een andere uitkomst hebben, dan neem ik dat van u aan. Het enige bedrag wat ik ken is die 47 miljoen die in de concessie is verwerkt met goedvinden van beide partijen. Maar als het dus in de orde van de helft is, is dan wel de conclusie gerechtvaardigd dat als die tariefrestrictie zou zijn doorgevoerd, dat dan NS meer comfort zou zijn geboden. En dat het dan wel makkelijker zou zijn geweest voor NS om die concessie gewoon goed af te sluiten of goed te volvoeren. En nogmaals, ik ken dat bedrag niet. Ik ken dat bedrag niet en ik kan er ook niets over zeggen. Ik zeg dat er berekeningen zijn vanuit NS, vanuit onszelf. Die zeggen het is een heel ander bedrag dan die 47 miljoen. Ik ken alleen 47 miljoen die in de concessie terecht is gekomen. Die staat in de concessie. Door beide partijen is geaccordeerd. Hij staat in de concessie, maar intern wordt gezegd dat dit een ander bedrag is. Als dat, of daarvan uitgaande, dan kun je toch de conclusie trekken dat als die tariefrestrictie zou zijn doorgevoerd, dat dan de business case van HSA aanmerkelijk zou zijn verbeterd. Ik vind het heel lastig om op een vraag antwoord te geven waar ik niet van herken wat de basisinformatie is. Dus ik kan hooguit in algemene zin zeggen dat als je een concessieverlaging van 47 miljoen afspreekt, waarvan je eigenlijk denkt dat die maar 20 miljoen kost, dat dat een voordeel oplevert. Maar dat is in algemene zin wat ik erover kan zeggen, meegaand in uw redenering. Ja. Nogmaals, ik ken die cijfers niet en ik weet alleen dat 47 miljoen is geaccordeerd door beide partijen. Ik wil nog een poging doen, want u was verantwoordelijk voor dat bod. U was de grote financiële man, dus het bevreemdt mij als u niet weet hoe dat die 47 miljoen tot stand is gekomen, hoe dat intern berekend is. Vind ik vreemd. Maar nogmaals, u heeft. We ronden het even af, want dat is gemakkelijk ook als denkraam. Stel dat u 30 miljoen reizigers prognotiseert. Maar dat is een aanname.
En in werkelijkheid is het niet 30 miljoen, maar 20 miljoen. Nou, als u dan... dan leidt u dus een enorm verlies. Want u heeft 10 miljoen reizigers te veel geprognotiseerd. Nou komt daar het voorstel van die tariefrestrictie. Waarbij dus eigenlijk ook de prognose van die 30 miljoen... als het ware in één klap wordt teruggebracht naar 20 miljoen. Naar 2/3 van dat eerste aantal. Dan heeft u toch een voordeel bij het realiseren van die tariefrestrictie. En daarmee ook dat de concessievergoeding met 47 miljoen omlaag gaat. Ik weet niet of ik u kan volgen, want als je de tarieven verlaagt, dan gaat het aantal reizigers omhoog. En u suggereert nu dat met een tariefrestrictie er van 30 miljoen naar 20 miljoen reizigers gaat. Dus wat ik constateer is dat u veel te hoge reizigersprognoses heeft gemaakt, die in de praktijk niet werkelijkheid werden. En dat een tariefrestrictie dus heel goed met een verlaging van de concessievergoeding met 47 miljoen heel goed zou zijn uitgekomen. Ik ben het met u eens. Ik heb net iets gezegd over het feit dat de reizigersprognoses gestretched waren. Dat het een uitdagend bod was. Dat we aan de bovenkant zaten van wat wij aan reizigers verwachten. Met een tariefrestrictie treedt het enige mechanisme dat er optreedt, is dat er meer reizigers gaan reizen en niet minder. Dus in de prognose zou het er meer worden. Dus het heeft niet het effect dat u net beschrijft, omdat we met lagere reizigersprognoses verder konden. Integendeel, wij zouden de reizigersprognoses dan moeten verhogen, omdat er minder voor een kaartje betaald zou gaan worden. Ik geef het woord even aan de voorzitter. Ik denk dat het goed is om even 10 minuten te schorsen. Prima. En dan komen wij weer bij elkaar om 16:45. Dank u wel.
Meneer Spaargaren, wij vervolgen, ik open hiermee de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie en vervolgen daarmee de vraagstelling en ik geef het woord aan de heer Van Gerven. Ja, meneer Spaargaren, ik wil nog één concluderende opmerking maken. We waren verwikkeld in die tariefrestrictiediscussie en die 47 miljoen. We kunnen constateren dat de prognoses die er waren, dat die heel erg tegenvielen. En dat uiteindelijk u geen extra treinen heeft besteld. Dus dat die 47 miljoen winst zou hebben betekend voor NS. Die conclusie kan ik niet zo delen. Wat de prognoses op dat moment waren de prognoses van dat moment. 2001 prognoses die gingen over de periode 2007-2022, even voor het gemak. Dat waren gestretchte prognoses, maar haalbare prognoses. De 47 miljoen gingen over een situatie waarin de tarieven aanzienlijk omlaag zouden zijn gebracht en er dus meer treinen zijn besteld. Maar de overheid heeft ervoor gekozen om die tariefrestrictie nooit in te roepen. Dus zijn er ook geen extra treinen besteld, omdat er een tariefniveau van plus 60% in de praktijk gerealiseerd zou gaan worden. Dit eventjes allemaal in de context van de kennis die we toen hadden. Ja, maar ik constateer dat u geen extra treinen heeft besteld en dat het toch een, laten we zeggen, tot winst zou hebben geleid voor NS en dat het ook blijkt uit eigen berekeningen van NS zelf. Ik constateer dat maar en ik constateer ook dat u dat hier niet deelt met ons. Ik wil graag het woord geven aan de heer Elias. Misschien wilt u daar nog wel wat op terug zeggen. Ik kan concluderen dat de tariefrestrictie niet is ingeroepen en daarmee de elementen die samenhingen met die tariefrestrictie, waaronder het bestellen van meer treinen, eenvoudigweg niet plaats hebben gevonden. En dat de reizigersaantallen in de praktijk anders zich hebben voorgedaan dan de prognoses, heeft te maken met een aantal aannames die in de praktijk zich anders ontwikkeld hebben. Dat is de conclusie die ik eraan kan verbinden. Goed, dan komen we nu bij voor NS positieve eind gaat de ondertekening, maar zover zijn we nog niet. We zitten nu in mei 2001. Verkeer en Waterstaat heeft de biedingen beoordeeld. En uiteindelijk wordt de NS als enige partij uitgenodigd voor verdere onderhandelingen in de tweede ronde van de aanbesteding. U herinnert zich dat natuurlijk nog goed. En er kwam één partij in de wachtkamer te zitten. Hoe keek u daar tegenaan? Dat vonden wij een toch wel wat bijzonder fenomeen, omdat daar in de aanbestedingsregels die vrij strak en streng waren opgeschreven in het invitation to tender, daar niet in voorzien was dat er een partij in een wachtkamer geplaatst zou worden. Er was in voorzien dat er met twee partijen in een best and final offer phase, BAVO fase, dus het laatste beste aanbod, dooronderhandeld zou worden. En dat bleek opeens niet zo te zijn. Ik herinner me dat tegen ons toen gezegd is, die partij is door, ik weet niet meer wie van het ministerie, maar ik herinner me wel woorden als, dat is een partij die potentieel compliant is. Dus die potentieel toegelaten zou kunnen worden tot de tweede fase, maar dat nu nog niet is. Dus die zetten we nog even in de wachtkamer of de ijskast. Wist u waarom zij in de wachtkamer waren? Nee. Wist u wie zij waren? Nee. Dat weet u nu allemaal wel natuurlijk. Ja. Maar destijds werd u dat niet verteld? Nee. Nou, in de wachtkamer kwam dus Connection te zitten. Want de Japans heeft vanmorgen zelfs de getallen erbij genoemd. Die hadden 61 miljoen geboden. Dat was dus te laag. Maar het was wel een op zich, het zat wel mooi in elkaar, dat bod. En Deutsche Bahn Arriva had 100 miljoen geboden, maar die voldeden weer niet aan allerlei andere voorwaarden. Ja. Maar dat wist u toen niet. U wist niet wie het waren. Ook niet ongeveer, hoorden we wel eens van iemand verder? Nee, wij werden alleen verteld, ons werd alleen verteld dat er een partij in de wachtkamer zat die mogelijk in die tweede fase weer op zou kunnen duiken. Dus dat was een flinke stok achter de deur voor ons om goed ons best te doen om het tot contractsluiting te brengen. Was ook uw interpretatie daarvan, van die manier van handelen van de aanbestedende partij, dat het was om marktspanning erop te houden?
Ja, zo zou je dat kunnen zeggen. Er was voorzien om met twee partijen door te onderhandelen. Nou, er werd dan een andere vorm voor gekozen. Daar hebben we onze verbazing over uitgesproken, omdat het anders was dan de spelregels aanvankelijk leken te zijn. Maar wij hadden geen wetenschap of die partij, nou eventjes voor het gemak, 99 miljoen had geboden of 61 of 60, zoals u net zei. En wat voor conclusie trok u eigenlijk daaruit? U moet daar natuurlijk over hebben gepraat. Wat dacht u daarvan? Dat we een goed bod hadden gedaan, omdat wij onmiskenbaar als eerste uit de bus waren gekomen. Dat een tweede partij in ieder geval zodanig goed bod had gedaan dat ze potentieel nog als concurrent zich in die aanbesteding zouden kunnen mengen. Ja, u rekende zich niet in die zin rijk dat u dacht, nou die concessie is op haar naar binnen. Doordat die tweede fase werd overgeslagen en er alleen met ons werd dooronderhandeld, wisten we wel dat er de kans was dat we het tot een succesvol einde zouden brengen, succesvol in de zin van een contract sluiten, dat die wel groter was dan in de oorspronkelijk voorziene twee partijen over en dan tegen elkaar opbieden fase. Ja. Maar u wist, de buiten is nog niet binnen. Absoluut, dat wisten we. Te meer omdat in die tweede ronde de inschrijvers nog allerlei zaken zouden kunnen regelen, zoals bijvoorbeeld afspraken met de Belgische en de Franse spoorwegen. Nou lijkt het erop dat die afspraken vrij essentieel waren als het een lijn betreft met internationaal vervoer tenslotte. En waarom, vraagt de commissie zich af, was dat nou niet in het bod al geregeld? Dat is een hele goede vraag. Wat wij in het bod of in het invitation to tender aantroffen was een conceptcontract met de Belgische spoorwegen, waarin zij en een, ik weet niet exact wat de titel ervan was, een aantal afspraken met SNCF in vrij globale zin. En die afspraken met NBS gingen uitsluitend over de verbinding Amsterdam-Brussel. In het bod wat wij deden, waren ook andere lijnen opgenomen. Dus u weet, Den Haag-Brussel, Breda-Brussel. En de afspraken die het ministerie had gemaakt voor alle de informatie die de bieders konden gebruiken, ging alleen over Amsterdam-Brussel. Naar later is gebleken, dus ik had makkelijk kennis achteraf, was het cruciaal dat die afspraken er waren, omdat we er later ontzettend veel last van hebben gekregen dat die afspraken niet waren gemaakt. Reden te meer om nu terugkijkend je af te vragen, waarom hadden ze dat nou niet gewoon meteen zelf geprobeerd te regelen? Dat zou u aan het ministerie moeten vragen. Nu aan u. Er komen vast ook nog wel mensen van het ministerie langs. Werd daar vanuit u niet heel hard op gedrukt? Hij zegt, ja, maar luister, we kunnen wel een bod doen. Maar als al die enorme open einden met de Belgen en de Fransen daar nog liggen, ja, heeft het niet zoveel zin. Wij wisten dat in die fase 2 die gesprekken zouden gaan plaatsvinden. Zo was dat ook voorzien. Een van de gevolgen van het overslaan van die fase 2, of het anders inrichten van de fase 2, in ieder geval van mijn collega Markman ook teruggekregen, is wel dat de NMBS ook wat verrast was over die verandering van het proces. Maar dat kunt u ze wellicht ook zelf nog vragen. Wij hebben bij het indienen van het bod en de varianten die wij aanboden niet het voorbehoud gemaakt van, nou, dit kan alleen als er keiharde afspraken met de NMBS gemaakt worden. En dus dan zou het bod als non-compliant zijn verklaard. Je mocht geen aannames maken over een contract met de Belgen wat uitsteeg boven het conceptcontract over Amsterdam-Brussel. Bovendien hadden we het vertrouwen en de verwachting op basis van de jarenlange ervaring die we met de NMBS hadden in de samenwerking. Nogmaals meer mijn collega Markman, die directeur van NS Internationaal was op dat moment, dat een verbinding tussen Den Haag en Brussel, beide hele belangrijke politieke steden, een verbinding Breda en Brussel met het bedienen van stations in België die voor de Belgen ook belangrijk waren, dat daar in ieder geval met de Belgen afspraken, met de NMBS afspraken over te maken zouden zijn. Non-compliant is dus in gewoon Nederlands, dan zou het niet behandeld worden. Dan zou het afgewezen zijn omdat we daarmee eisen of veronderstellingen zouden hebben gedaan die buiten de aanbesteding, zeg maar, vielen. En dan had de overheid naar onze verwachting iets anders hebben kunnen doen dan zeggen, nou, dat bod kunnen we niet accepteren, want je maakt nu aannames over het gedrag van NMBS wat we niet met ze gecontracteerd hebben. Dat had u dan toch in ieder geval geleerd van dat ICMAX-bod.
U moest dus zaken doen met de Belgen en met de Franse spoorwegen. Hoe ging dat? Waar kwam dat op uit? Wat gebeurde er? Mijn collega Markman heeft het meeste van die gesprekken gevoerd, maar daar waren een paar opvallende dingen in te zien. Dat de NMBS toch echt andere belangen leek te hebben dan wat wij veronderstelden, zelfs op basis van jarenlange ervaring met ze. Om een voorbeeld te geven, zij zeiden van, nou, wij Den Haag, Brussel zijn we eigenlijk niet in geïnteresseerd en alles wat die verbinding extra kost moet de Nederlandse partij maar ophoesten. Hetzelfde geldt voor Breda, Brussel. Het gezamenlijk aanschaffen van treinen voor de verbinding Amsterdam-Brussel, oké, daar hebben we voor getekend, maar voor die andere twee verbindingen willen we dat bijvoorbeeld niet. Nou, dat was wel een konijn uit de hoge hoed, want dat was echt niet wat we op basis van de jarenlange samenwerking hadden verwacht. Ja. Misschien was het wel een ongelofelijke beer op de spoorweg. En nog wel meer dan een konijn. Want daar heeft u toch heel veel last van gehad. Dat zien we toch juist. Ja, later hebben we daar toen ook al veel last van gehad. Dat is ook een van de redenen dat wij in november 2001 als BID-team de directie op die nog openstaande punten hebben gewezen. We wisten inmiddels toen ook een andere konijn uit de hoge hoed dat de NMBS wilde meedelen in binnenlandse vervoersopbrengsten. Dus kort gezegd een trein van Amsterdam naar Rotterdam die normaal gezien altijd volledige opbrengst en kosten voor NS zouden zijn. Riepen ze opeens van, daar willen wij ook graag een deel van hebben. Nou, dat was nog een extra konijn uit de hoge hoed. Dus toen kwamen er een aantal dingen op tafel waar we echt niet op hadden gerekend. Hoe werd daarop gereageerd, op al die konijnen? Nou, met verrassing en teleurstelling, want het was absoluut niet in lijn met de constructieve manier waarop NS en NMBS tot dan toe samenwerkten ten aanzien van bijvoorbeeld de Benelux en ook de samenwerking in Thalys-verband. Ja. Maar toch ook met een zekere, ik zou zeggen, financiële lenigheid, als ik me niet vergis. Bijvoorbeeld bij de Fransen. Kunt u vertellen hoe dat werd opgelost? Ik weet niet of ik precies uw vraag begrijp, nou, sorry. Voor zover wij hebben kunnen nagaan, is op een gegeven moment het risico dat er was met de Fransen door NS doorgeschoven naar de staat. En kreeg u daar 18,5 miljoen voor terug. Ja, het was precies andersom. De staat heeft een aantal risico's aan NS doorgeschoven, waar 18,4 miljoen verlaging voor is afgesproken. Ja, goed, sorry, ik zeg het verkeerd. Maar dat leidt tot de verlaging van die uiteindelijke concessievergoeding, waar mijn collega Van Gerven zo uitgebreid met u al had over gesproken, in 1978, dat enorm gestretchte bod. Ja. Daar ging dan toch ook weer in ieder geval 18,5 miljoen van af. Correct. Ja, omdat u dat risico in uw maag gesplitst kreeg. Nou, we hebben met de overheid gesproken in die tweede fase over wat er nog met de NMBS en de SNCF geregeld moest worden, boven wat er in vrij rudimentaire vorm was afgesproken al door de staat met die partijen, in dat conceptcontract en die afspraken met de SNCF. En op basis van de relatie en de gesprekken die we met de partijen hadden gehad voordat de aanbesteding begon, want voor alle duidelijkheid, wij mochten niet met die partijen spreken tussen het moment van ontvangen van het ITT in december en ik meen oktober of misschien juli bij het tekenen van het Memorandum of Understanding, een soort tussenfase. Ja, ITT was de uitnodiging om mee te doen aan de aanbesteding. Ja, dat was zo. En dus we hebben minimaal een half jaar niet met die partijen mogen spreken. Op basis van de ervaringen voor die periode dachten wij dat we die risico's konden overnemen van de staat. Ook omdat wij de beoogde vervoerder zouden zijn. Dan kan je beter vervoerders met elkaar die afspraken laten maken. Dat was ook de gedachte van de staat op dat moment. En omdat het een zeker risicovermindering voor de staat met zich meebracht, zeker risicotoename voor NS, is toen die 18,4 miljoen afgesproken als verlaging van de concessievergoeding. Kort voordat dan de NS gaat winnen, hè, en dat dus ook ondertekend gaat worden, dringt u er met grote kracht, hebben wij de indruk, met uw collega Frits Markman bij de leiding, bij de directie van NS op aan om niet te tekenen. Ja. Waarom deed u dat? Dat doe je niet zomaar. Nee, dat deden wij omdat we op dat moment, ik meen dat eind november 2011 was, een aantal dingen zagen gebeuren die ons grote zorgen baarden.
Ik heb net al 3 zorgpunten genoemd ten aanzien van de NMBS. Het feit dat ze niet aan Den Haag-Brussel wilden meewerken, niet aan Breda-Brussel wilden meewerken en die binnenlandse opbrengsten wilden meedelen. Daarnaast zagen we ook dat de technische specificaties van de lijn, van de infrastructuur, nog steeds in beweging waren. En wij vermoeden dat het wel eens heel lastig zou kunnen zijn om een trein te kopen die paste bij technische specificaties die nog niet bekend waren. En het vijfde zorgpunt wat we hadden betrof de tariefrestrictie. Omdat daar met het ministerie alleen die kanbepaling was afgesproken. En wij het vermoeden kregen dat de minister of de ambtenaar in ieder geval die niet zouden willen inroepen. En bovendien wisten we dat de minister eerst wilde tekenen en dan pas het parlement wilde informeren. En op basis van onze gesprekken met Tweede Kamerleden in eerdere fases, IC Max, et cetera, waren wij er bezorgd over dat op dat moment de Kamer voor een verdomme feit gesteld zou worden. Dus we hadden een hele set van argumenten waarop wij de directie hebben gezegd van wij adviseren het tekenen nog maar even uit te stellen. We hebben nog tijd om dat te doen en we hebben een aantal dingen gemerkt in de afgelopen maanden die ons echte zorgen baren. Even het puntje van die Tweede Kamer ertussen uithalen. Waarom baarde u dat specifiek zorgen? De Kamer zou dan geïnformeerd worden, maar dat was er al getekend, toch? Omdat wij het vermoeden hadden dat op het moment dat de Kamer geconfronteerd zou worden met een concessie waar een gemiddeld tariefniveau van 60% in is afgesproken, weliswaar met een voetnoot, met een kanbepaling, dat dat heel veel consternatie zou geven. En wij het vermoeden hadden dat als de Kamer daar eerder zicht op had gehad, de discussie over die tariefrestrictie wel eens anders had kunnen verlopen. Niettemin, u had een aantal vrij krachtige argumenten, zoals u ze weergeeft. Heeft de directie daar geen gehoor aan gegeven? Waarom niet? Dat weet ik niet. Heer Huizinga heeft op 5 december 2001 het contract ondertekend. U zult ongetwijfeld, nadat u die bezwaren naar voren heeft gebracht, ook antwoord hebben gekregen waarom ze of niet juist waren of terecht waren, maar niettemin werden geïgnoreerd. De directie heeft, meen ik, op 3 december, een paar dagen voor tekening, nog een brief naar het ministerie gestuurd, waarin deze zorgpunten in iets andere bewoordingen ook nog naar voren zijn gebracht. En heeft daarna een antwoord van het ministerie ontvangen, waarin feite is gezegd, we geven geen gehoor aan die zorgen. Zorg maar dat je op 5 december komt tekenen. Ja, en toen is er op die 5 december nog een brief gestuurd. En daarin is nadrukkelijk aangegeven, onder normale omstandigheden zou geen enkel bedrijf zo tekenen vanuit de directie van de NS. Maar we komen het toch doen. Er zit een soort laatste waarschuwing in. Die brief kende u? Ja, die brief ken ik, ja. Die is van wie was die brief? Ik meen dat u er uiteindelijk door meneer Nigenbrug is ondertekend. Ja, die is van meneer Nigenbrug, ja. Directeur Financiën. Ja. Dat was een heel krachtig signaal, maar toch niet zo krachtig als u had gewenst. Namelijk nog niet tekenen. Correct. Ja. Vindt u dat de NS, vindt u dat het ministerie in deze fase onvoldoende rekening heeft gehouden met de Belgische spoorwegen en de Belgische belangen ter zake? Het is achteraf natuurlijk altijd makkelijk om te spreken over van hadden ze maar dit of hadden ze maar dat. Het is wel ik stel zo de vraag verkeerd. Okay. Vond u destijds dat er op dat moment door het departement te weinig aandacht was voor de positie van de Belgen? We merkten in ieder geval dat het ontbrak aan goede contractuele afspraken met de Belgen over een dienstregeling waarvan de Nederlandse overheid wilde dat die gerealiseerd zou worden en waar wij op dat moment ook al aan de ministerie van aangeven dat het ongelooflijk moeilijk, zo niet onmogelijk was om met de Belgen tot die afspraken te komen. Dus ja, op dat moment vonden wij dat die afspraken veel harder gemaakt en veel uitgebreider gemaakt hadden moeten worden dan dat ze er toen lagen. En leidde dat ook tot verwijten? En zeiden, ja maar jongen, jullie Verkeer en Waterstaat brengen ons NS in een onmogelijke positie. Zo kunnen wij niet werken. We hebben aan het ministerie duidelijk gemaakt dat nadat we weer met de NMBS mochten praten in de aanbesteding, dat we dit soort signalen terugkregen. En dat dat de gesprekken niet hielp. Maar dat leidde niet tot wat u wilde.
dat er voor ondertekening ook vanuit het departement nog actie werd ondernomen? Nee, nee, daar leidde het niet toe. Nee. En hoe bezorgd was u daarover? Nou, erg bezorgd, zoals in de brief van 25 november ook is verwoord. Ja, maar goed, niet zo bezorgd dan dat er toch... Er werd wel getekend. Ja, nogmaals, maar dat is gedaan met de beweegredenen die de heer Huizinga op dat moment had om die handtekening te zetten. Hij was op de hoogte van onze zorgen. Het ministerie was op de hoogte van die zorgen. Dat is het enige wat ik erover kan zeggen. Meestal is dat een feestelijk moment, hè, die ondertekening. Dat was dan op 5 december. Vanmorgen spraken we er ook met de heer Pans over. Die wist niet eens meer of hij er nou wel of niet bij was geweest. U was er niet bij, begrijp ik? Ja, ik weet dat ik er niet bij was. Ja. En waarom was u er niet? Het was Sinterklaas. Ik was Sinterklaas aan het vieren met mijn kinderen. Heel goed. ik geloof dat ik er wel... Ik heb nog één vraag uit een heel, voor een heel stuk eerder. Een heel stuk eerder moment uit het voor. U zei ook weer in de bijzin... 142 van de 152 punten bij het beoordelen gingen over financiën bij de concessieovereenkomst. Dat is een beetje weinig, die overgebleven 10 punten die dan eventueel voor de reiziger overbleven, niet? Wij vonden het opvallend dat 142 en die 142 was opgebouwd uit 100 punten voor de base case en 6 varianten A7 punten maken 42 voor die varianten. Als je de beste financiële bod deed op die wijzigers en die varianten, kon je dus maximaal 142 punten halen. En ja, er bleef 4 keer 2,5 punt letterlijk over voor, ik geloof bijvoorbeeld iets als een kans op een zitplaats, een tarief wat aanvaardbaar was. Maar ja, dat viel natuurlijk volstrekt in het niet bij 142 punten die je kon halen als je zo hoog mogelijk financieel bod deed. En mag je daaruit afleiden dat het belang van de reiziger op dat moment volstrekt werd onderschat? Een zitplaats is toch voor veel mensen nogal belangrijk? Ja, ik kan alleen zeggen dat op dat moment in de eerste fase van de aanbesteding het ministerie was puur financieel gedreven was om zo hoog mogelijk financieel bod te krijgen met het vooruitzicht dat in de tweede fase wellicht over kwaliteit van voor de reizigers gesproken zou worden. Maar in die eerste fase was dat absoluut niet waarop gelet werd. Wij gaan naar de treinen zelf over, na deze concessie. En daarover wil ik graag het woord geven aan mevrouw Vos, die met u wil spreken over de materieel eisen en de omvang van de vloot. Meneer Spaargaard, nu eindelijk het rollend materieel op de treinen, want dat is ook een belangrijk onderdeel geweest van uw bod, van de concessie. Mijn eerste vraag is, wat voor treintype had u nou in gedachten toen u dat bod deed? Ging u toen uit van bestaand materieel of helemaal nieuw materieel? We hebben in het bod aannames ook weer moeten maken over met wat voor treinen ga je rijden. Voor de verbinding naar Parijs was dat eigenlijk vrij simpel, want daar was een trein voorgeschreven die 300 km per uur moest kunnen halen. Bovendien waren we op dat moment onderdeel van de Thalys-organisatie, hadden we zelf Thalys-treinen in bezit als NS. Dus ja, zal het u niet verwonderen dat de aanname was dat we daar Thalys-treinen voor zouden gebruiken, of de TGV-treinen. Voor de verbinding naar Brussel stond er een reistijdseis in de aanbestedingsdocumentatie. 93 minuten, als ik me goed herinner. Ja. Daarvoor hoef je niet een trein van 300 km topsnelheid te kopen, want die trein moet ook onderweg nog een paar keer stoppen. Dus op het moment dat je zorgt dat die trein goed snel kan optrekken en afremmen, doet die maximumsnelheid er wat minder toe. Vervolgens is er een uitvraag gedaan, een soort marktconsultatie gedaan tijdens het maken van het bod bij de materieelbouwers. Ik meen dat daar 6, misschien 7 partijen zijn aangeschreven van wij willen een trein met ongeveer deze capaciteit, want we hadden uitgerekend op basis van de reizigersprognoses, de tarieven die we zouden hanteren, hoeveel treinen we ongeveer nodig hadden en hoe groot die treinen zouden moeten zijn. Ik meen ongeveer 550 zitplaatsen per trein bijvoorbeeld, waarmee een Thalys al afvalt omdat hij 377 zitplaatsen heeft, om maar zo te noemen. Met een rijkarakteristiek, met een technisch woord, dus hè, hoe hard hij kan optrekken, hoe hard hij kan remmen, hoe hard hij maximaal kan, die het mogelijk maakt om van Amsterdam naar Brussel in 93 minuten te rijden met stops op deze stations en per stop zoveel minuten. Daar hebben we een aantal
indicaties van prijzen teruggekregen van de markt over een fictieve trein, want die treinen bestonden op dat moment niet, met een, ik meen dat sommige fabrikanten met een bestaande trein op de proppen kwamen, maar dat was niet altijd geschikt. Mm-hmm. We hebben een prijsindicatie overgenomen in het bod. We hebben daar in mijn herinnering nog een kleine klein stukje financiële marge bovenop gedaan, omdat we wisten dat we het over een trein hadden die misschien nieuw ontworpen moest worden en bovendien moest doen aan technische specificaties die niet helemaal helder waren. Ze zijn een beetje aan de veilige kant gaan zitten voor wat betreft de kosten. En vervolgens is de aanbesteding voor het uiteindelijke materieel door HSA gedaan onder verantwoordelijkheid van de directie van HSA. Dus als ik het goed begrijp, in het bod had u naar Parijs met die bestaande TGV's. En dan voor het stukje Brussel kon eigenlijk een compleet nieuwe trein worden besteld. Want ik heb ook ergens gezien dat men wel uit wilde gaan van bestaand materiaal, zogeheten Van der Plank. Dat is een bekende discussie in Nederland. Ja. Maar was u op dat moment in 2001, wist u toen al, dit wordt een geheel nieuwe trein? Of wordt het Van der Plank? Ik kan me dat niet helemaal meer herinneren. Ik weet nog wel dat we, omdat we wel wisten wat voor trein er zo in Europa rondreden, een soort korte scan hebben gedaan of bijvoorbeeld een dubbeldeks TGV daar geschikt zou zijn. Maar die zou weer problemen hebben met snel in- en uitstappen. Dan zou je weer die 2 minuten stop in Rotterdam bijvoorbeeld weer niet halen. Mm-hmm. Dus we wisten wel dat er een grote kans was dat het een trein was die in ieder geval wij op dat moment nog niet kenden. Wat er in de pen zat bij materieelbouwers wisten we natuurlijk. Oké, en uit die consultatie was u eigenlijk op zoek naar treinen die 220 km per uur zouden rijden. Die zouden ook een stukje goedkoper zijn. En die zouden ook geschikt zijn voor dat stuk waarin heel veel reizigers continu vaker zeg maar in en uit zouden stappen. Ja, 220 km per uur was geen eis. De reistijd, zoals die door de overheid was geëist, die moest gehaald worden. En de materieelbouwers moesten er ons van kunnen overtuigen dat dat ook, met dat materieel zou ook gehaald kon worden. Ja, ja. Dus we hebben dan een ander type trein die ook wat goedkoper is. Maar speelde nou ook nog mee dat de NS ook meer autonomie zou hebben ten opzichte van de Franse spoorwegen? Als ze meer zeggenschap zouden hebben over deze treinen, dus niet op dat, met dat stuk met een TGV zouden rijden, met het Thalys-concept? Nou, het is meer zo dat de Thalys de markt Parijs, Brussel, Amsterdam bediende en NMBS en NS samen de verbinding Brussel-Amsterdam wilden blijven exploiteren. Dat was ook voor de aanbesteding al het oogmerk. Dat kan overigens met treinen van dezelfde fabrikant, want SNCF en de firma Alstom zijn niet één en dezelfde. Wel allebei Frans. Ja, maar ik wil liever niet treden in allerlei grote industriële politieke aannames. Wat voor ons van belang was, was dat die treinen voldeden aan de specificaties en een goede prijs-kwaliteit verhouding zouden hebben. Dus zouden voldoen aan de eisen voor een prijs die aantrekkelijk genoeg was in feite. Nee, want we hebben ook wat stukken in die brieven waar u het net over had, die waarschuwingen die u stuurde aan de Raad van Bestuur van de NS. Er werd ook een aantal opmerkingen gemaakt over het gedrag van de Franse spoorwegen, dat ze misschien zouden dreigen om Brussel over te slaan, dan wel zich terug te trekken uit het Thalys-concept, als er niet zou worden gesamengewerkt op dat Thalys-concept. Dat heeft geen enkele rol gespeeld bij de keuze om een andere trein te bestellen? Uiteindelijk niet bij de keuze om een andere trein te bestellen. En de mensen die die aanbesteding hebben geleid, uiteindelijk, die zullen u dat ook vertellen. Het was wel degelijk zo dat, ik me herinner uit gesprekken die de heer Markman met de SNCF heeft gehad, dat zij de aanbesteding van internationaal vervoer in Nederland sowieso een onbegrijpelijk proces vonden. Want dat was in Frankrijk volstrekt ondenkbaar. Dat ze ook constateren van, nou, je kunt een aanbesteding organiseren tot de Nederlandse grens, maar om Gare du Nord binnen te kunnen komen heb je wel ons nodig. We hebben in wat hoofdlijnenafspraken met de overheid van Nederland iets gezegd over hoeveel treinen er dan per uur kunnen aankomen. Maar ja, misschien is het tegen die tijd wel vol. Of ik heb dat Mark me dat soort dingen tegen me heeft verteld. Dus wij kregen wel zorgen over dat de Fransen misschien iets heel anders zouden willen. Zij hadden de zeggenschap in Thalys. Ze hebben daar een meerderheid in. Dus er was NS en NMBS ook wel wat aangelegen om de verbinding Brussel-Amsterdam
in een separaat concept ook wel in eigen hand te houden. En dus niet meteen van Thalys onderdeel te laten worden. Ja. Nog los van wie de treinen bouwt. Dan even. Dus u zegt, ik had gewoon een ander type trein nodig. Ik kon helemaal niet met zo'n dure Thalys werken. Gewoon gezien de reizigersbehoefte op dat stukje Amsterdam-Brussel. Ja, de aantal zitplaatsen in de trein. Het feit dat de perrons in Frankrijk een andere hoogte deuren hebben. Grote. Deuren zijn te klein, inderdaad. Klopt wat u zegt. Dat wij wisten dat het heel waarschijnlijk was dat er een ander soort trein dan een Thalys zou worden aangeboden om aan onze vraag te voldoen. Dus die keuze voor een ander type trein was niet per se omdat het per se goedkoper was, wat vaak wordt gesuggereerd, maar je had gewoon een ander soort trein nodig. Correct. Okay. In het bod geeft u ook aan dat u met 220 km per uur naar Brussel gaat rijden, dat zei u net al, en dat u daarmee die rijtijd van 93 minuten zou gaan halen. En die rijtijd was gebaseerd wel, hè, dus die rijtijd die gevraagd werd tot het ministerie, op treinen die wel 300 km per uur zouden rijden. Was het nou wel mogelijk om die rijtijd te halen als je een trein hebt die langzamer rijdt? Ja, en daar zijn ook vragen over gesteld door het ministerie in de clarification questions die na het indienen van het bod gesteld werden aan de overheid, aan NS, zijn die vragen gesteld. Kan dat nou echt wel met een 220 km per uur trein? En we hebben laten zien dat op basis van materieel wat we toen kenden, want er was wel 220 km per uur materieel, maar dat had dan weer niet precies het aantal zitplaatsen, maar dan kon je in ieder geval laten zien, nou, er zijn treinen die maximaal 220 gaan, die zo snel kunnen optrekken, die zo snel kunnen afremmen, maximaal 220 gaan en daarmee kun je die reistijden halen. Daar hebben we, dat is een vraag en antwoord tussen NS en het ministerie geweest en we hebben het ministerie er uiteindelijk van kunnen overtuigen dat dat kan. Dat je met 93, dat je in 93 minuten van Amsterdam naar Brussel kan met een trein met zo'n topsnelheid. En dat kan nog steeds op de dag. En op basis van welke informatie was dat dan? Was dat gewoon al een standaard? Was dat een bestaande trein? Hoe heeft u dat ministerie kunnen overtuigen? Ik weet niet exact. Ik weet dat mijn collega Bouwman, die in het BID-team zat, een aantal van de bestaande treintypen kende en ook daar de rijkarakteristieken, hè, de aanzetsnelheid en de remsnelheid van kende. En op basis van aannames heeft laten zien dat dat kon. En dat heeft het ministerie ook gezien en kunnen verifiëren. Dan ga ik even mijn favoriete hobby zitten. Dat is namelijk een snel optrek met de auto. Op een rit naar Brussel scheelt het 7 à 8 minuten als je niet met een 300 kilometer trein gaat, maar met een 220 kilometer trein. Dan moet je dus eigenlijk 8 minuten inhalen. Dat is op basis van de gegevens die wij hebben. Is het wel mogelijk om met dat snelle optrekken, want met afremmen haal je dat niet, je mag maar 4 keer snel optrekken, 4 steden, om dan die 8 minuten in te halen. U bedoelt dat met een trein van 300 km per uur topsnelheid je 8 minuten sneller dan 93 minuten er kan zijn, dus in 85 minuten. Er was een verschil van 7 à 8 minuten als je met 220 zou rijden. Dus dan moet je dus dat inhalen door 4 keer heel erg snel op te trekken. Ja, nou, de Thalys trekt niet zo heel snel op, dus het is niet dat je helemaal in je stoel wordt gedrukt, maar ja. Die 200, nee, maar die 220 zou dus heel snel moeten optrekken om die 8 minuten tijd winst te halen. Nou nee, om die 93 minuten te halen. Je kunt je het veroorloven om 8 minuten langer te rijden, omdat dat was toegestaan. Nee, met die 93 minuten ging dus uit van een trein die 300 kilometer reed. U zegt, dat gaan we doen met 22 en dat haal ik in met heel snel optrekken. Dat is eigenlijk met die acceleratie. Het kan ook met een trein die maximaal 220 gaat, exact. En dat was de manier waarop u het ministerie overtuigde dat u dat zou kunnen halen, die 93 minuten. Ja. Dat wordt heel erg lastig. Want je gaat met 2 keer op dat hele traject tussen Amsterdam en Brussel, trek je op tot de maximumsnelheid, 220. En niet 4 keer. Nee, dat geeft dus ook aan dat je dus dat de topsnelheid veel minder van belang is. Ja. Dat het gaat om inderdaad de acceleratie en de En die topsnelheid is wel van belang. Je moet dus je kunt niet 4 keer dus helemaal tot het maximum optrekken. Nee, maar dat kan ook niet met een 300 km per uur trein. Die kan ook niet zijn topsnelheid halen 4 keer. Die kan ook niet tussen Amsterdam en Schiphol 300 rijden. Die kan alleen tussen Schiphol en Rotterdam en dat stukje. Maar goed, uiteindelijk heeft u het ministerie dus blijkbaar wel kunnen overtuigen. Ja. Dat kon met dat andere, dat nieuwe materieel dat maximaal 220 kon optrekken. Vervolgens werd HASA opgericht en ging van start. En die heeft tot 2006 in de Raad van Toezicht gezeten van HASA. De stuurgroep. En dus ook de aanbesteding meegemaakt van het rollend materieel, de treinen. Toen moest u daadwerkelijk treinen gaan bestellen.
En ze zouden niet alleen maar in 93 minuten naar Brussel moeten rijden, maar ze zouden ook moeten voldoen aan de allernieuwste Europese eisen. En die waren voor een deel toen nog niet definitief, in 2001, toen het pad deed. En ze moesten ook voldoende zitplaatsen bieden, hebben we het net over gehad, om alle verwachte reizigers mee te nemen. En die treinen zouden ook nog eens beschikbaar moeten zijn als de infrastructuur klaar zou zijn. En dat was toen nog gepland 2007. Wanneer zouden dan volgens u die treinen moeten besteld worden als je in 2007 klaar wil zijn? Gewoon treinen rond hebben. Dat zou ik niet zo kunnen zeggen. Het enige waar ik naar kan verwijzen is dat wij in de discussie die we net over de tariefrestrictie hadden aangegeven in december 2001, dat als je extra treinen wil bestellen, je dat voor september 2002, meen ik eventjes uit mijn hoofd, moest doen. Extra treinen? Gewoon überhaupt? Nou ja, als je extra treinen voor meer reizigers wil bestellen, als je de tarieven omlaag zou brengen, moest je meer treinen bestellen. Het uiterste moment wat we daarvoor hadden in de concessie opgenomen was september 2002. Er is geen gebruik van gemaakt, dus het is hypothetisch, maar dat geeft even aan dat we het dus hebben over een periode waarvan we toen inschatten dat dat minimaal 5 jaar zou zijn. Dus dan had je 2002 moeten gaan bestellen? Eigenlijk een contract getekend met een eventuele treinenbouw. Dat was in december 2001 de aanname. Ja. Ja, nou, dat werd veel later, daar gaan we het later nog over hebben. Maar we hebben het net gehad over al die zaken die nieuwe trein zou moeten kunnen. Hoe reageerden de treinfabrikanten toen u die vraag deed op die vraag die u stelde? Bestek. Dat kan ik u niet zeggen. Ik zat in de stuurgroep HSA als zeg maar de expert die het bod had gemaakt. En die de heer Dupke als algemeen directeur van HSA, die u op vrijdag spreekt, ondersteunde in vragen die hij eventueel had over, goh, hoe heb je dat in het bod zo bedacht ten aanzien van reserveringsplicht of ten aanzien van tarief of ten aanzien van reizigersprognose of elementen van het businessplan, om daar verduidelijking aan te geven. Hij is vervolgens met zijn inkopers een echte aanbesteding gaan organiseren voor rollend materieel met specificaties die veel gedetailleerder waren dan die marktconsultatie die wij destijds hadden gedaan. Hij heeft dus ook uit de eerste hand de reacties van de industrie teruggekregen als het gaat over dit moet een nieuwe trein worden of dit is een bestaand concept, maar het moet wat worden aangepast of nou ja, wat er ook aan antwoord is gekomen. Dus dat heb ik nooit uit de eerste hand meegekregen. Maar wat vond u ervan dat er van het aantal treinenbouwers dat een serieus bod deden? Het is in elke aanbesteding prettig als je wat te kiezen hebt. En dat geldt ook in die aanbesteding. Dus toen dat, ik meen, nog 2 of 3 fabrikanten waren die aan die eisen konden voldoen, is dat ja, in algemene zin altijd lastiger dan dat je uit 6, 7 fabrikanten kunt kiezen. Het waren er maar 4. Want u zei net ook bij de, we hadden het net even over die tekening van het contract, van het bod. Toen zei u ook dat het een heel groot risico zou zijn dat al die specificaties nog niet gereed waren. Die technische specificaties, TSI's in vaktermen. Heeft dat dan nog meegespeeld? Ten tijde van het ondertekenen van het bod of vlak daarvoor wisten we dat het lastig zou worden om in een specificatie van een materieelbestelling op te schrijven, uw trein moet voldoen aan de nieuwste versie van nou, de TSI's, om het zo te zeggen, de technische. Het is bijna als je zegt, een computerfabrikant, de computer die u bouwt moet voldoen aan Windows 13, maar we hebben net Windows 10 gehad. En wat de veranderingen zijn tussen 10 en 13 kunnen we u nog niet vertellen. Dat is in feite wat wij in november 2001 signaleerden en wat wel eens een groot probleem zou kunnen worden. Dat was de strekking van wat we toen hebben geschreven. Dat zat uiteindelijk allemaal wel in dat bestek. Uiteindelijk reageerde er een beperkt aantal treinenbouwers. Weet u wel uit, hè, want u zat toch in die bij HSA, waarom die treinenbouwers niet hadden te springen om deze opdracht? Sorry, waarom ze niet? Waarom ze niet zaten te springen, waarom niet veel meer partijen zich uiteindelijk hebben gemeld? Dat weet ik niet precies. Ik weet wel, maar dat is ook in algemene zin wat treinfabrikanten doen, is dat ze het liefst een standaard trein zoveel mogelijk verkopen. En dus een trein opnieuw ontwerpen sowieso lastig vinden.
Zeker als de orderportefeuille goed gevuld is met de standaardtrein. Als dat ook nog eens gekoppeld is aan een ordergrootte die niet al te interessant is, is ook denk ik een algemeen fenomeen dat er dan minder interesse ontstaat. Het feit dat er ook nog misschien technische specificaties wat in beweging zijn, zal ook niet hebben meegeholpen. Dus in algemene zin kan ik me voorstellen dat voor de materieelbouwers deze aanbesteding niet een hele aantrekkelijke was. Dus u zegt, het was een hele ingewikkelde vraag met allerlei nieuwe eisen. Ook eisen waar u niet zoveel aan kon doen, omdat dat nu helemaal uit Europa kwam. Het was een heel kleine orderportefeuille, want het zou toen in het begin maar gaan om 26 treinen. Wat niet veel is voor fabrikanten. En het moest natuurlijk ook snel klaar zijn. Het moest snel klaar zijn, daar heeft u ook gelijk in. En ik meen ook dat in die periode het duidelijk werd dat zelfs die 26 al aan de hoge kant was. Dus waar net al zelf van zei dat dat al een vrij beperkte order is voor de grote materieelfabrikanten, werd dat aantal nog eens kleiner ook. Dus daarmee werd het nog minder interessant. En toen u dat bod deed, in 2001, we hebben het net over die datum van 5 december gehad. Was iedereen zich toen bewust dat het heel lastig zou zijn om materieel te kopen dat zou voldoen aan al die eisen en op tijd klaar zou zijn? Nou, iedereen die onze brief had gelezen was zich daar hopelijk wel van bewust. Ja, want dat risico hebben we toen ook onderkend. Ja. Nog even een laatste vraag over het materieel. Is zo'n 2220, is dat nou een hoge snelheidstrein of een gewone opgevoerde trein? Ik zou niet weten wat de definitie daarvan is. Ik denk een van de kenmerken van een hoogsnelheidstrein of een trein waarvan we dat onmiskenbaar allemaal vinden, 300 km per uur bijvoorbeeld, is dat de deuren op een bepaalde manier drukdicht zijn gemaakt. Dat als er twee treinen van 300 km per uur langs elkaar gaan, dat het allemaal vast blijft zitten. Waar precies die scheidslijn ligt, dus dit is een hoge snelheidstrein of dit is een opgevoerde intercity, om het maar even zo te zeggen. Ja, dat vrij arbitrair is. Ik denk dat de deskundigen daar van mening over verschillen. Maar helemaal zeker was u dus niet van, we bieden hier een hoge snelheidstrein. Het was een snelheid. Wij moesten een trein aanbieden die aan de rijtijden voldeed. En dat hebben we gedaan, daar hebben we het ministerie van overtuigd. En dat was een trein met een maximaal snelheid van 220. Maar nogmaals, u zei het zelf al, die wordt maar twee keer bereikt. Dus je kunt je afvragen of je een trein wil hebben die heel hard is. Bijna als je zegt, nou, ik heb wel een Ferrari, maar ik mag niet harder dan 100 mee. Ja, dan het gaat uiteindelijk over of die trein de reistijden haalt. Dat was het enige wat ertoe deed. En dat met een trein zou gaan gebeuren die sommigen misschien niet als hoge snelheidstrein beschouwden, was voor ons veel minder van belang. Dank u wel. Ja, meneer Spaargaard, ik wou nog even over de rijtijden van 93 minuten. Heb ik u goed beluisterd dat u zegt, met die trein van 220 kilometer, die 220 kilometer per uur kon je die 93 minuten halen? Ja. Dat was de berekening van, en u motiveerde dat, ja, maar je hebt toch weinig tijd om zo hard te rijden, omdat die afstanden zo kort zijn. En u noemde, zeg maar, Amsterdam-Rotterdam. Maar je hebt natuurlijk ook het traject Rotterdam-Antwerpen. Ja. En daar kan je wel 300 rijden. Ja, dat klopt. Ja. En desondanks kun je met een trein die maximaal 220 km per uur kan, de reistijd van 93 minuten tussen Amsterdam en Brussel halen. En dat was de enige eis die hard in het bot stond. Ja, maar zoals collega Meili Vos al zei, van die berekening van 93 minuten was eigenlijk gebaseerd op een maximum snelheid van 300 kilometer per uur. Ja, maar je hebt een heel groot, heel stuk. Ja, gaat er aan. Nee, ja, maar het was in het als de overheid voor die verbinding in Amsterdam-Brussel een 300 kilometer per uur trein had gewild, dan hadden ze dat zo moeten specificeren in de aanbesteding. Ze wilden de marktpartijen de vrijheid laten om een eigen concept op Amsterdam-Brussel neer te zetten. Dat was wat je in de aanbesteding kon lezen. En hebben niet dat zo willen voorschrijven. In feite aan de bieders overlaten om een trein te introduceren tussen Amsterdam en Brussel die in 93 minuten van Amsterdam naar Brussel kon. En niet die per se 300 km per uur moest kunnen. En u heeft berekend dat u die kon leveren met een trein van 220 kilometer per uur. Correct. Oké. Woord aan de voorzitter. Ja, want we gaan even een uitstapje maken naar Engeland. Dat vindt u vast wel aangenaam. Want in Engeland is het spoorvervoer heel anders georganiseerd. Ja. Ook wel in concessies, aanbestedingen.
U komt zelf net terug uit Engeland. U was daar directeur. Ik vertelde dat al even in de inleiding van een van de NS-dochters. Wat zijn nou de kenmerkende verschillen tussen de manier waarop in Engeland die concessies worden uitgegeven en in Nederland? Ja, dat het kenmerkende verschil is dat het in bijna alle gevallen gaat over een bedrijf wat al geëxploiteerd wordt. Een concessie die al rijdt, waar al bekend van is hoeveel treinen je ervoor nodig hebt. Concessies die niet een twee internationale monopolisten nodig hebben om een verbinding tot stand te brengen. En concessies die niet een soort ja, haast revolutie teweeg brengen in bijvoorbeeld reistijden, om het zo maar te noemen. Je neemt een soort running business over eigenlijk. Een al in bedrijf zijnd bedrijf. Daar kijk je wat je eraan kan verbeteren. Dan doe je een bieding en dan kan je een concessie winnen. Dat is in feite hoe het werkt. Dus ik denk dat het kenmerkende verschil is dat in Nederland geprobeerd met de Hazel-Zuid een lijn aan te besteden waar ten eerste een nog niet bestaande lijn, er moest nog gebouwd worden met een geweldige revolutie voor reizigers in de zin van reistijden, met de absoluut cruciale medewerking van een SNCF en een NMBS voor het succesvolle totstandbreng van de exploitatie. Die complicaties heb je bij concessies in Engeland meestal niet. Mag ik het dan zo begrijpen dat u eigenlijk, als we alle les daaruit zouden moeten destilleren, zou zeggen, ga nou niet twee variabelen veranderen en een traject en een vervoerder, maar doe het één voor één, zoals in Engeland? Nou, het is in ieder geval een stuk risicovoller om een aanbesteding te organiseren waar zoveel variabelen in beweging zijn als bij de Hazel-Zuid. Is ook al gebleken, maar ik denk dat ook het ministerie en ook NS zich ervan bewust was dat het ongelooflijk moeilijk was om internationaal vervoer met name openbaar te gaan aanbesteden. En dat je inderdaad in Engeland ziet dat dat niet het geval is. Ik kan me in die zin ook wel voorstellen. Kijk, het was natuurlijk een periode van marktwerking. Er waren net UMTS-frequenties geveild voor 6 miljard gulden, kan ik me herinneren, in de zomer van 2000. Maar dat is natuurlijk echt heel iets anders dan internationaal treinvervoer, wat toch een beetje ouderwets is georganiseerd met samenwerking met internationale partners die eigenlijk van het hele marktwerking op het spoor nou nog nooit gehoord hebben en er ook niks van wilden weten. En we hebben begrepen dat er ook een bijzondere constructie is in Engeland wanneer mogelijk een nieuwe concessiehouder er niet uitkomt of het misgaat. Dat de overheid daarin een andere rol inneemt. Kunt u daar iets over vertellen? U bedoelt waarschijnlijk iets wat zich heeft voorgedaan toen de voerder op de East Coast Mainline is dat, aan de oostkust van Engeland, snelle treinen tussen Londen en York bijvoorbeeld, niet meer aan de verplichtingen kon voldoen. De overheid had toen voorzien in een soort management BV of een aantal managers in opdracht van de overheid, veelal consultants overigens, die namens de overheid het runnen van die lijn overnemen. En dat is op zich een vrij gebruikelijke vorm om als overheid een soort backup, een soort terugvaloptie te regelen, mochten de private vervoerder niet meer, om welke reden dan ook, niet meer voldoen, om dan eigenlijk een soort tijdelijk overheidsbedrijf op te richten om die exploitatie voor te zetten. Oké. Helder. Wij komen een beetje tot een afronding. We hebben veel onderwerpen vandaag met u besproken. Ik kan u zeggen dat er een aantal onderwerpen vandaag langs zijn gekomen waar u een beeld van heeft geschetst, wat de commissie niet herkent. Dat betreft bijvoorbeeld wat wij zeiden over de business case. U heeft uitgelegd dat er bijzondere aannames waren, uiteindelijk zeer gestretched. In die laatste week, de heer Van Gerben staat met u op ingegaan, zijn er nog wat aan knoppen gedraaid, waardoor uiteindelijk de business case werd onderbouwd met aannames. De heer Van Gerven gaf aan dat die aannames niet zijn terug te vinden. U zei, we hebben ze wel gegeven, maar toen, en daar komen we deze weken nog wel over te spreken, toen HSA het toch een beetje moeilijk kreeg, kwamen ze niet boven tafel. Dus ze waren daar niet. Kunt u daar toch nog misschien even in herinnering teruggaan wat u daar nou over gezegd heeft aan de commissie of wat u zich nog werkelijk herinnert? Over die aannames die onder die business case lagen?
Wat ik me herinner van de aannames die onder de business case lagen, is dat wij in het bod een aantal aannames hebben moeten expliciteren. Bijvoorbeeld over prijselasticiteit. Want je kunt wel zeggen dat je plus 60% veronderstelt. Je moet wel enigszins aannemelijk kunnen maken dat dat ook in de praktijk kan worden gedragen. Dus ik herinner mij bijvoorbeeld dat in het bod zaken staan als, nou, dit is bekend qua prijselasticiteit daar. Dit is wat value of time analyses zeggen, zus. En zo. Dus dat soort aannames zijn in het bod gemaakt. Er is ook duidelijk in het bod te zien geweest, ook in de financiële bijlagen daarvan, dat er gerekend is met een inflatie van X, met een economische groei van Y, een toenemen van het vliegverkeer van Z. Dus dat is wat ik mij herinner maar van wat we. Hoe verklaart u dan dat er eindeloos gesteggel is geweest over het niet overleggen van de aannames die onder het bod lagen? Dat is een discussie geweest, die heeft eindeloos geduurd. We komen daar nog zeer uitvoerig over te spreken. Dus daarom vind ik het zo belangrijk om van u te horen. Hoe kan dat dan? Nee, dat snap ik. En in mijn herinnering is het gesteggel, zoals dat noemt, tussen over het gaan over de details van de business case die ten grondslag lag aan. Je moet begrijpen, de financiële modellen die NS moest inleveren, of het consortium moest inleveren bij de bieding, waren voorgeschreven in een bepaald format door de overheid. Vervolgens is HSA met een businessplan van start gegaan, waar daar zat bijvoorbeeld 178 miljoen in voor variant 6. Er heeft nooit een businessplan bestaan met het format van de overheid wat past bij 148 miljoen, omdat het later tot stand is gekomen. Dus toen meneer Dupke begon op dag 1 als directeur van de HSA, het eerste wat hij, neem ik aan, gedaan heeft, dat kunt u me vragen, is een business case, een businessplan maken wat past bij 148 miljoen concessievergoeding. Het is toch een beetje een omgekeerde wereld, dat je eerst een bod doet en dan onderling allerlei aannames daaronder hangt, gestretcht zoals u zelf zegt, en dat die dan vervolgens wel mogelijk ergens zijn, maar du moment dat er om gevraagd wordt, omdat het ingewikkeld wordt, kwijt, niet gemaakt, verdwenen, onduidelijk. Nou, nogmaals, ik was in die periode niet betrokken. Ik weet dat er veel gesprekken hebben plaatsgevonden over de business case, zoals dat genoemd is. En of dat gaat over, daarom probeer ik zo expliciet te zijn, zo specifiek over welke aannames ik ken uit het bod. Over welke financiële formats er door de overheid gevraagd waren, die dus anders waren, want die posten bij het bod en niet bij de situatie, de startsituatie van HSA. Want daarvoor die situatie, de overheid heeft niet gevraagd over om een nieuw ingevuld format wat optelt tot 148 miljoen, om het even zo simpel te zeggen. Ja, of het nou een format waren of niet. Ik constateer alleen dat er erg lang is gediscussieerd over het feit dat aan de NS is gevraagd, onderbouw dit, en dat de onderbouwing er niet was. Ja, dat constateer ik met u, want ik heb dat ook gevolgd in het nieuws. Ja. Oké. En wat wij dan fascinerend aan vinden, kom ik eigenlijk een beetje bij het tweede punt waarin we toch vandaag wat met elkaar hebben geëxerceerd, waar we niet helemaal op één lijn terechtkwamen, denk ik. Het was ten aanzien van die tariefrestrictie. Wanneer u aangeeft dat in die prognoses echt veel uitdagingen waren neergelegd ten aanzien van de prognoses, en dat wij toch uit de stukken mogen opmaken dat bij een tariefrestrictie er misschien wel minder geld werd gevraagd voor een kaartje, waardoor er meer mensen in de trein zouden gaan, maar never nooit niet zoveel dat 47 miljoen zou kosten, omdat er treinen moesten worden gekocht. Die zijn niet gekocht, maar die hadden op dat moment ook niet hoeven te worden gekocht. Dat maakt u toch ook uit op de stukken? Ja, maar dat is kennis van achteraf, want op dat moment waren de prognoses zoals ze waren, waren de effecten van een tariefrestrictie op het aantal reizigers zoals met het ministerie overeengekomen. Maar de prognoses waren zo vreselijk opgerekt. Nee, maar als u nu zegt van, u heeft ze nooit gekocht omdat u was er niet van plan ze te kopen. De treinen zouden gekocht zijn op basis van de aannames die er toen lagen. Dat is het enige waar ik iets over kan zeggen. Dat de prognose zich vervolgens, of de reizigersaantallen zich vervolgens anders hebben ontwikkeld, is een gevolg van een heleboel externe factoren die zich na indiening van het bod hebben afgespeeld. Dat tot een lagere basisgetal heeft geleid, waardoor je misschien die extra trein niet meer hoefde te kopen, is een wetenschap die we toen niet hadden. Toen was in ieder geval in uw beleving niet. Als ik u zeg dat wij uit de berekening ook op dat moment een ander beeld hebben, dan blijft dat ergens hier in het midden liggen, denk ik. Dat is dan zo, ja. Oké. U heeft zich heel erg verdiept in de exploitatie van de HSL Zuid. U had een beeld van wat moeten we daarmee doen. U gaf aan, de Thalys, dat is niet direct het meest geëigende vervoer. We gaan iets nieuws bedenken. En we zien heel veel jaar later, eigenlijk nu, dat het beoogde vervoer over die lijn nog niet tot stand is gekomen.
Wat is uw oordeel daar nou over? Ik vind dat vreselijk dat het niet tot stand is gekomen. Want ik ben een treinreiziger, een belastingbetaler. Ik heb vrienden in Antwerpen wonen. Ik zag een lijn vormen die door zoveel mogelijk reizigers gebruikt zou worden. Weliswaar iets duurder dan het overrailnet, maar dat was ook gerechtvaardigd. Met een hoge frequentie, met grote capaciteit, met een intercity, een snelle, zeg maar, een snelle Benelux die er weliswaar niet meer in Den Haag stopt, maar die net zo'n onderdeel van het Nederlandse net uitmaakt als de Benelux dat was, zeg maar, voor 1999. Hoge snelheid naar Parijs, 3 uur naar Parijs en misschien nog naar Londen. Ja, dat is allemaal niet uitgekomen. En Nederlandse reizigers, maar ook de mensen in België die in die markt op en neer reizen, hebben natuurlijk een heel slecht product, laten we zo zeggen. Dat is iets wat mij naar het hart gaat. Want u heeft in het begin van dit verhoor vrij duidelijk gemaakt wat uw wensen waren. U herhaalt ze ook nu. Veel mensen in de trein, niet te gek dure kaartjes, veel frequentie. Maar uiteindelijk doet de NS een heel hoog bod voor een trein die wel heel vol zit, maar waar mensen erg veel geld voor moeten betalen. Dat wijkt wel erg af van wat u eigenlijk had gewild. Ja, dat klopt. Ja, de uitvraag van het ministerie, zoals die uiteindelijk in de aanbesteding is verwoord, wijkt heel erg af van wat NS en ook ikzelf persoonlijk als de beste manier van het benutten van de HSL zag. En dat is eigenlijk iets wat, denk ik, het beste in het IC Max-bod was vastgelegd. Dus eigenlijk zegt u, op het moment dat ik lid was van het BID-team, hadden we eigenlijk met elkaar een andere keuze moeten maken, zodat we misschien wel die HSL uiteindelijk op een optimale manier hadden kunnen benutten. En de manier waarop we het nu met elkaar hebben ingericht, hebben we dat in ieder geval niet weten te veroorzaken. Wij konden op dat moment, wij NS of ik, konden op dat moment die keuze niet maken. Want op het moment dat we dat gedaan zouden hebben, geleerd van de ervaringen uit dat recente verleden toen, wisten we dat dat absoluut direct in de prullenbak zou belanden. Dus dat hebben we niet kunnen doen. Oké. Dan heb ik toch nog 2 slotvragen. De eerste slotvraag is, heeft u nog zaken waarvan u vindt dat de commissie dat moet meewegen, die wij niet hebben gevraagd, maar wel van belang zijn? Nee, ik denk dat er genoeg aan de orde is geweest. En heeft u kennis van of vermoedens van onregelmatigheden in het dossier? Nee. Oké, dan sluit ik hiermee ons verhoor. Dank u wel. Dank u wel.